voor grote gezinnen. En meneer Ancee, u heeft het woord wanneer u daar klaar voor bent. Dank u, voorzitter. Wel, sociale leningen voor grote gezinnen, sociale leningen van de VMSW en ook van het Vlaams Woningfonds hebben tot doel om gezinnen met een beperkt inkomen en zonder eigendom een woning te helpen verwerven. Nu, ik heb een schriftelijke vraag gesteld over terugbetalingsproblemen voor gezinnen die zo'n sociale lening hebben verkregen. En uit het antwoord dat ik daarop kreeg, blijkt dat zowel bij de sociale leningen van de VMSW als van het Vlaams Woningfonds het aandeel leningen met achterstallige betalingen toeneemt met het aantal personen ten laste. Met andere woorden, hoe groter de gezinnen, hoe meer gezinnen er zijn met achterstallige betalingen. En voor de VMSW zien we die betalingsachterstand oplopen tot 2,36% van de leningen voor gezinnen met 0 personen ten laste naar 8,63% van de leningen voor gezinnen met bijvoorbeeld 4 personen ten laste. Bij het Vlaams Woningfonds zien we eigenlijk eenzelfde trend, een gestage toename van 0,15% achterstallige leningen voor 0 personen ten laste naar een achterstand van 7,24% voor gezinnen met 8 personen ten laste. Met andere woorden, grotere gezinnen komen dus gemiddeld gezien meer in de problemen wanneer het gaat om terugbetaling van sociale leningen dan kleinere gezinnen. Het Vlaams Woningfonds, dat zich meer richt op grotere gezinnen, heeft hierbij een lager resultaat voor hetzelfde aantal personen ten laste. Daar zit toch een verschil op. En het bedrag dat de grotere gezinnen achterstaan, verschilt dan weer niet significant. Dat ligt altijd ergens tussen de 3.000 en de 4.000 euro. Maar voor grote gezinnen denk ik dat het belangrijk is dat we erop toezien dat die afbetalingslast niet te zwaar wordt. Omdat de kosten om hun gezinnen te onderhouden ook hoger liggen natuurlijk. En het aantal gezinnen die over alle leningen heen, dan los van het onderscheid op basis van gezinsgrootte, maar over alle leningen heen, het aantal gezinnen dat met een achterstand worstelt, steeg ook gestaag van 2,9% in 2011 naar 3,16% in 2014. Nu, ik wil de cijfers ook niet te veel gaan dramatiseren, maar ik denk dat het toch wenselijk en goed zou zijn voor het beleid om hier toch wat aandacht aan te besteden. En vandaar dat ik enkele vragen aan u wil stellen, mevrouw de minister. 1. Wil u en op welke manier wil u het eigenaarschap voor grote gezinnen blijven ondersteunen zonder dat die budgettair in de problemen komen? Welke mogelijkheden overweegt u om de betalingslast voor grotere gezinnen verder bij te sturen zodat de kans op betalingsachterstand daalt? Overweegt u hogere ondersteuningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een bijkomende lagere interestvoet voor grotere gezinnen met meer personen ten laste? Of denkt u dat er de voorwaarden moeten worden aangescherpt, de voorwaarden om een lening of een bepaald bedrag ontleend te krijgen, dat die voorwaarden moeten worden aangescherpt? En op welke manier u de cijfers en de analyse van die cijfers zal meenemen in de evaluatie van de sociale leningen die nu loopt? En ook, wat ik mij toch afvraag is hoe u de verschillen in achterstand tussen enerzijds het Vlaams Woningfonds, anderzijds de VMSW, hoe u die verschillen verklaart. Collega's, ik heb mevrouw Taleman, meneer Van Malderen. Mevrouw Taleman. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Ik ben tevreden dat de collega Ancee zelf in zijn toelichting aankaart dat het de betalingsproblemen bij sociale leningen bij grote gezinnen toch ook niet mag overschat worden. Want in het algemeen zijn de mensen die genieten van een sociale lening toch goede betalers, afbetalers van die sociale lening. Ik vind het dan ook, of ik zou het dan ook, een verkeerde conclusie vinden om te stellen dat er op dat vlak zich ontzettend grote problemen zich voordoen. Dat de minister hier ook al in de commissie al verschillende keren gezegd heeft dat er goed afbetaald wordt op vlak van sociale leningen. Nu, grotere gezinnen worden natuurlijk geconfronteerd met een veelheid aan kosten, zodat het risico op betalingsachterstand hoger kan zijn voor die grotere gezinnen. Nu, mevrouw de minister, CD&V vindt het ontzettend belangrijk dat het verwerven van een woning blijvend ondersteund wordt en dat de grote gezinnen daarbij een zeer belangrijke doelgroep vormen. Zoveel mogelijkheden om sociale leningen voor grote gezinnen nog betaalbaarder te maken voor die gezinnen
is er waarschijnlijk niet zo direct. Er kan geleend worden tot 100%. En eventueel wil ik de suggestie meegeven dat we zouden kunnen overwegen om grotere kortingen toe te staan per persoon ten laste. Maar zelf denken wij dat het wellicht niet veel verder kan gaan. Nu, wat wel dient te gebeuren, is dat de instellingen die sociale leningen verlenen er alles zouden moeten aan doen om bij betalingsachterstand snel op te treden, te achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn en samen met de ontleners alles in het werk stellen om maatregelen te nemen om de betalingsachterstand te beperken. De lener en instelling kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Nu, ik had graag nog een aantal bijkomende vragen gesteld. Ik hoor collega Anseo hier zeggen dat er een evaluatie gepland staat van de sociale leningen. Zelf weet ik daar niet van. Kan u misschien een woordje meer uitleg geven daarover? Wie dat precies die evaluatie doet en wanneer dat we die evaluatie mogen verwachten? Een tweede vraag, dat is gewoon nog eens checken voor de zekerheid. Degene die in aanmerking komt voor de sociale lening als automatisch de verzekering gewaarborgd wonen daarbij zit, al dan niet. En dan een derde vraag, mevrouw de minister. Ik heb hier in de commissie, ik denk februari, maart, al eens een vraag gesteld over de budgetten, sociale leningen. Ik heb daar ook een aantal schriftelijke vragen over gesteld. En toen bleek dat einde februari al een behoorlijk percentage van het beschikbaar krediet voor sociale leningen opgebruikt was, waardoor we waarschijnlijk deze zomer in de situatie gaan komen dat zowel het Vlaams Fonds als de VMSW de boodschap zullen moeten meedelen dat er geen sociale leningen meer kunnen ontleend worden voor 2015. En ik wou nog eens polsen naar de beschikbaarheid van die budgetten en wanneer dat die communicatie daaromtrent zal gebeuren. Dank u. Dank u wel, mevrouw Taleman. Meneer Van Malderen. Dank u, voorzitter. Mijn vragen lopen eigenlijk bijzonder parallel met die van mevrouw Taleman. Ik denk dat het belangrijk is, ik denk trouwens dat meneer Anseven een interessante vraag stelt, ik denk dat het belangrijk is om ook de vergelijking te maken met wat dezelfde gezinnen met dezelfde gezinssamenstelling aan betalingsproblemen ervaren in de private sector. Omdat je natuurlijk wel logischerwijs kunt aannemen dat de kostenstructuur van een gezin met meer kinderen uiteraard precairder is dan wanneer men minder kinderen heeft. En dus het is goed om te kijken wat er gebeurt met niet-terugbetaling en faling in de sociale leningssector. Maar evengoed moet je dat dan vergelijken met wat gebeurt in de private sector, omdat ik mij toch altijd heb laten vertellen dat op zich het onderzoek naar credibiliteit in de beiden eigenlijk relatief gelijk loopt. Dat is één en twee, dat het grote verschil zit in het feit dat men tot 100% kan ontlenen en dat er dus eigenlijk geen eigen inbreng noodzakelijkerwijs gevraagd wordt, waarmee we net met deze sociale leningssector en koopsector het verschil kunnen maken en dus complementair aan de private sector mensen toegang geven tot de eigendomsmarkt. Ik wil het pleidooi ook ondersteunen om in te zetten op begeleiding, op heel snelle detectie, op kort op de bal spelen, om de put niet groter te maken dan nodig en daar uiteraard de koppeling met de verzekering gewaarborgd wonen. Met betrekking tot de middelen, vorig jaar deze tijd hadden we eigenlijk hetzelfde fenomeen. Dat betekent dat de vraagzijde gegarandeerd is. Dat betekent dat de private sector, banken, nog altijd op een dusdanige manier leningen toekennen en dat mensen ook willen ontlenen, dat die vraag in de sociale sector op een hoog niveau blijft. Toen is er bij begrotingscontrole middelen vrijgemaakt, herschikt, zodanig dat we eigenlijk gedurende ook de tweede helft van het jaar leningen konden geven en dat het bordje voorlopig uitverkocht niet op de VMSW het Vlaams Woningsfonds moest gehangen worden. En tenslotte, ja, de evaluatie, ik verneem dat. Wie gaat dat doen? Tegen wanneer gaat dat doen? Wat wordt er juist? Wat zijn de doelstellingen van die evaluatie? Dank u wel, collega's. Mevrouw de minister, u heeft het woord. Oh,
excuseren. Dat was geen aanslag, voor alle duidelijkheid. Nu, ik vind het een zeer interessante vraag ook van de andere interpellanten die zijn tussengekomen, maar ik wil toch wel eventjes aanstippen dat het eigenlijk een probleem is dat niet zo'n grote omvang heeft. Hè. Niemand heeft dat hier ook gezegd, denk ik, maar het is toch wel belangrijk om dat te zeggen. En als we natuurlijk, en meneer Anceeuw, zijn oorspronkelijke vraagstelling gaat over lening, sociale lening voor grote gezinnen. Als je dan natuurlijk rekening houdt met het feit dat er eigenlijk heel weinig grote gezinnen een sociale lening hebben, ja, dan kom je natuurlijk wel tot een vertekenend resultaat, omdat je percentage dan automatisch stijgt. Ik heb je een aantal cijfertjes bij die u wellicht, meneer Anceeuw, ook in uw schrift elke vraag hebt gekregen, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld een sociale lening voor een persoon, voor een gezin met twee personen ten laste, daar zijn er 237 dossiers van de 9467 met een achterstand. Voor een gezin met drie personen ten laste zijn er 306 dossiers met een achterstand ten opzichte van een totaal aantal dossiers van bijna 9600. Voor een gezin met vier personen ten laste is er een aantal dossiers achterstand 226 op een totaal aantal van 5291. En u hebt zelf, denk ik, het voorbeeld genoemd van een gezin met 8 personen ten laste. 7, ik wil ze ook van 7 geven, maakt niet uit. Dat zijn 18 dossiers met achterstand en met 8-11, met 9-5, met 10-3, met 11-1, met 12-0 en met 13 ook 0. Dus ik wil maar zeggen dat er eigenlijk weinig leningen zijn voor zo'n grote gezinnen, maar vanaf dat je natuurlijk wel die cijfers vraagt, dat je dan eigenlijk het percentage optrekt. Maar los daarvan denk ik dat er inderdaad wel een aantal terechte vragen zijn gesteld hoe we een en ander moeten blijven monitoren, dat we dat ook moeten opvolgen. Absoluut. Is het mijn bedoeling om het eigenaarschap ook voor grote gezinnen te blijven ondersteunen? Ja, zeker. Absoluut. Ook niet alleen via sociale lening, maar ik denk dat sociale lening net voor die doelgroep een goed middel is om toch eigendomsverwerving te kunnen doen. Dan hebt u mij de vraag gesteld, meneer Anceeuw, welke mogelijkheden overweegt u om de betalingslast voor grote gezinnen verder bij te sturen, zodat de kans op betalingsachterstand daalt. Ik wil u meegeven dat binnen de huidige reglementering de gezinsgrootte al een factor speelt vandaag, die wel mede bepalend is voor de toegepaste rentevoet. Dus vandaag is het reeds zo dat de rentevoeten per persoon te lasten met 10% van de referentierentevoet wordt verminderd. Dus dat is goed. Hè? Hoe groter uw gezin, hoe lager uw rentevoet, wat goed is. De betalingsachterstandsgegevens geven een indicatief beeld van het potentieel risico op wanbetaling. Maar ik heb u al wel een beetje een nuance gebracht in het debat omwille van het aantal, beperkte aantal dossiers. Uw volgende vraag dan, hoe gaat u deze cijfers en analyse meenemen in de evaluatie van de sociale lening die nu loopt? Ik ga er zoiets nog meer op zeggen, omdat we ook meneer Van Malderen en mevrouw Taleman, denk ik, ook achter die evaluatie heeft gevraagd. Ik denk dat het goed is dat we de gegevens met betrekking tot de betalingsachterstanden opgedeeld in functie van de gezinsgrootte niet zonder de bijkomende kadering die ik daarnet heb gegeven toch wel interpreteren. Maar er is natuurlijk wel ook iets dat meespeelt uit het verleden. Voordat er een eenleningenbesluit was, was de bepaling dat je als je een sociale lening wou bij het Vlaams Woningsfonds, moest je kinderen hebben. Dat was een verplichting. Bij de VMSW niet. Dus dat je natuurlijk wel bij de VWF of bij het VWF natuurlijk een iets aantal groter en iets meer dossiers hebt dan bij de VMSW, is ook logisch, omdat je kinderen moest hebben bij het Vlaams Woningsfonds en dat je daar dan ook wel meer leningen ziet voor grote gezinnen. Wat wel jammer is, en dat we dus ook gaan meenemen in de evaluatie, en die evaluatie wordt nu, dat onderzoek, wat ook aangekondigd was in de beleidsnota, voor alle duidelijkheid, is niets nieuw, wordt uitgevoerd door het steunpunt Wonen. En kort na het zomerreces verwachten we daar de resultaten van. Wat is een van de grote problemen? Niet zozeer de betalingsachterstand, dat we inderdaad moeten blijven monitoren en goed op de voet blijven volgen, zodanig dat het niet groter wordt. Maar ik heb hier toch een aantal percentages gegeven waaruit blijkt dat het eigenlijk niet zo'n heel groot probleem is. Maar ik wil natuurlijk ook dat die grote gezinnen hun huis kunnen blijven behouden. Dat is om onze, niet alleen de grote gezinnen, maar alle gezinnen, maar zeker ook die gezinnen hun huis niet moeten verlaten.
Wat is het, een van de grote problemen, is wat de definitie is van betalingsachterstand. Dat die, de definitie die gehanteerd wordt door enerzijds de VMSW, anderzijds door VWF. Bij de VMSW wordt een bedrag als achterstand beschouwd als dit niet betaald is binnen de maand na het vervallen ervan. Bij het VWF wordt een betalingsachterstand pas in rekening gebracht als dit is opgelopen tot één maand meer dan het maandgeld. Dus er zit een verschil in de definitie van wat is betalingsachterstand. Ik denk dat we dat moeten meenemen in de evaluatie. Dus dat nu door het steunpunt wonen wordt meegenomen om toch tot een eenduidige, eenvormige definitie te komen, zodanig dat je eigenlijk wel een accurater beeld kunt krijgen op de problematiek die niet zo groot is, maar die wel bestaat en die we dan, denk ik, beter kunnen monitoren en ingrijpen als het nodig is. Dan mevrouw Taaldeman, dus ja, ik heb het eigenlijk al gezegd, dus het stond in beleidsnota, steunpunt wordt dus steunpunt wonen, voert die evaluatie en die studie nu uit van de sociale lening en wordt dus kort na het zomerreces verwacht. Ik kijk er samen met u en meneer Van Malder, denk ik dan ook, naar uit. U hebt dan ook de vraag gesteld, mevrouw Taaldeman, of dat er een automatische verzekering gewaarborgd wonen is. Nee, dat is niet automatisch, maar zowel VMSW als VWF biedt dat wel automatisch aan. Dus zoals het niet altijd gebeurt in de private, als men naar een private bank gaat, heeft de VMSW als het VWF altijd wel de gewoonte om onmiddellijk de verzekering gewaarborgd wonen aan te bieden. Het wordt niet automatisch aan elkaar te koppelen, maar het wordt wel aangeboden zodanig dat eigenlijk iedereen een verzekering gewaarborgd wonen heeft, wat goed is. Dan eigenlijk de laatste vragen van meneer Van Malderen en mevrouw Taaldeman over het budget. Ik kan u zeggen dat het saldo in 2014 al in maart op was. Ik kan u zeggen dat het budget momenteel nog niet op is. Ja, ik weet ook, meneer Van Malderen, dat er dan een eenmalige bijpomping is geweest. Eenmalig was ook niet voorzien in de begrotingsopmaak voor 2015. Dus dat was ook heel duidelijk de afspraak toen. Ik vind het goed dat dat gebeurd is. Maar het is ook heel duidelijk afgesproken en gezegd toen dat het eenmalig was. Maar het budget was al op in maart 2014. Ik heb momenteel geen weet dat het budget nu al op is. Ik wil best mijn licht opsteken bij zowel de VMSW als VWF om te vragen hoeveel krediet zij nog hebben. Maar momenteel is het budget voor de sociale lening bij geen enkele van de twee partners opgebruikt of volledig op. Dank u wel, meneer Ancee. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Voor alle duidelijkheid, ik heb het ook al gezegd, we moeten het probleem niet gaan overroepen, maar we mogen het ook niet minimaliseren. En dat is ook de reden waarom ik ben me bewust, ervan bewust dat wanneer het bij een bepaalde gezinsgrootte het aantal dossiers zo klein wordt, dan kun je daar moeilijk nog conclusies aan verbinden. Dat is ook de reden waarom ik het bijvoorbeeld niet over gezinnen met 9 en 10 kinderen heb gehad. Omdat je niet alleen een aantal dossiers onmiddellijk vaststelt dat je daar geen conclusies kunt uittrekken, maar ook in het bedrag dat men achter staat voor betaling eigenlijk tot een gezinsgrootte van 6, 7 personen, blijft dat eigenlijk tussen de 3.000 en de 4.000 euro hangen. Daarna begint dat sterk te schommelen, omhoog en omlaag, en dan kun je daar moeilijk conclusies aan verbinden. Dus ik ben me bewust van de nuances die u hebt aangebracht, maar ik vind het toch wel belangrijk, maar u hebt het ook zelf aangegeven, dat we daar een goede monitoring en ook een betere monitoring kunnen van hebben, onder andere door de definiëring wat is nu betalingsachterstand. En ik ben ook tevreden dat u inderdaad die gegevens met de nodige nuances toch wilt meenemen, want ook al gaat het niet om het gros van de huurders, verre van, om een kleine fractie van die huurders, als het inderdaad over een aantal duizenden gezinnen gaat die problemen hebben, dan denk ik dat het inderdaad erg belangrijk is om daar toch oog voor te hebben in de evaluatie die, zoals u zelf hebt aangegeven, inderdaad terug te vinden was in de beleidsnota en waar zelfs de voorzet voor die beleidsnota, dat stond eigenlijk ook al in het regeerakkoord, dat we dat gingen herbekijken. Dus zo bijzonder was dat niet de vraag die ik daarover heb gesteld. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de eerste plaats voor die gezinnen, het zijn toch een aantal duizenden gezinnen die in dat geval zijn. Ik denk dat het goed is dat u dat meeneemt in de evaluatie. En we zijn natuurlijk, denk ik, allemaal samen benieuwd naar het resultaat daarvan, wat het steunpunt wonen binnenkort naar voren zal brengen. Dank u wel. Collega's, dan is deze vraag om uitleg hierbij afgehandeld. En dan gaan we over naar de tweede vraag om uitleg van meneer De Bruin aan mevrouw de minister over een gelijke kansenbeleid voor intersexe personen. Meneer De Bruin. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's.
Er verandert zowel wat in de loop van de jaren in gelijke kansenbeleid. Ik herinner mij nog zeer goed dat ik in 2009, en dat is toch nog niet zo lang geleden, in de commissie Welzijn voor de eerste keer een welzijnsgerelateerde vraag stelde over transgenderpersonen, waarop het nodig was om de commissie uit te leggen wat transgenderpersonen waren, wat de thematiek inhield en zo verder. Ondertussen denk ik dat een gelijke kansenbeleid van Holibies zich naar transgenders heeft uitgebreid en terecht. En opnieuw is er een nieuwe groep van personen die eigenlijk in het verlengde van die aandacht ook, wat mij betreft in elk geval, best opgenomen wordt, zeker in sommige elementen van het gelijke kansenbeleid. We hebben het dan over personen die we omschrijven of die benoemd worden als intersexpersonen. Vroeger nogal wat denigrerend of met mijn wat pijnlijke term als hermafrodieten omschreven, maar ik ben blij dat die tijd ver achter ons ligt. Wat stellen we internationaal vast? En nu toch al enige tijd dat er een toegenomen aandacht is voor deze groep personen en dan vooral vanuit een mensenrechtenbenadering. En wie zegt mensenrechtenbenadering, zegt uiteraard gelijke kansenbenadering. Heel recent heeft zowel het agentschap van de Europese Unie, dat zich over de fundamentele rechten van personen buigt, als de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa hebben een uitgebreide nota over de situatie ten opzichte van mensenrechten van intersexpersonen uitgesproken. Ik denk dat het ook verstandig is om vanuit het Vlaams gelijke kansenbeleid daar de nodige aandacht voor te hebben. Ik denk dat er een aantal aanknopingspunten zijn die heel erg voor de hand liggen. En in dat opzicht denk ik dat het ook geen grote wijziging van uw beleid moet inhouden, maar dat het eerder een aanvulling, een uitbreiding kan zijn. Maar concreet heb ik een paar algemene vragen voor de minister. Is de minister het met me eens dat de groep van intersexpersonen deel zou moeten uitmaken van een Vlaams gelijke kansenbeleid? En zo ja, welke initiatieven ziet de minister zich daar in de loop van de volgende maanden en jaren nemen? En dan toch ook heel belangrijk, onderschrijft de minister mijn aanvoelen dat dit uiteraard geen zaak enkel en alleen van de minister van Gelijke Kansen is, maar dat zeker, niet uitsluitend, maar zeker ook het beleidsdomein welzijn hierin best betrokken wordt en liefst op een zo vroeg mogelijk stadium. Dank u wel. Dank u wel, collega's. Mevrouw de minister. Dank u, meneer de voorzitter, en ook dank u, meneer De Bruin. Ik hoop dat ik u blij ga maken, want ik ben het uiteraard met u eens dat de groep van intersexpersonen deel zou moeten uitmaken van het gelijke kansenbeleid in Vlaanderen. U hebt zelf al aangegeven, ik denk dat dat een zeer goede evolutie is, dat we internationaal, maar ook hier in Vlaanderen, aan het evolueren zijn van een medisch perspectief naar een mensenrechtenperspectief. En ik denk dat dat zeer goed is. Een belangrijke aanzet hiervoor is ook het rapport van de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa geweest. Dat mensenrechtenperspectief rond seksuele geaardheid en genderidentiteit iets is wat ik vanuit mijn beleidsnota gelijke kansen ook expliciet heb benadrukt door het opnemen van de Yogyakarta-beginsel. Ik denk dat dat ook een zeer goed statement was om te maken en ook zeer oprecht gedaan, want ik denk dat dat inderdaad een problematiek is die we meer moeten opvolgen en ook meer moeten betrekken in het gelijke kansenbeleid. En hoe meer groepen we kunnen betrekken en hoe meer verschillende... U zegt zelf van ja, transgender, er is al heel veel over gedaan. Dat we nu iets moeten doen voor intersexpersonen, daar ben ik het absoluut mee eens. En dat het ook belangrijk is om daar ook meer de nadruk op te leggen. Ik denk dat er ook nog wel meer nood is aan informatie. Dat we dus meer informatie nodig hebben. Ik merk ook dat het Vlaamse Holibi en transgender middenveld ook veel meer aandacht aan de problematiek begint te spenderen. Bijvoorbeeld Savaria, om maar één organisatie te noemen. Maar je merkt wel dat die problematiek daar ook meer leeft en dat ze er ook veel meer mee bezig zijn, wat goed is. Dus ik heb al gezegd dat ja, een aantal jaren geleden het gelijke kansenbeleid is uitgebreid met de transgenderproblematiek, wat goed was. Maar we zijn ons allen bewust dat de thematiek rond de interseksualiteit ook momenteel steeds meer actueel wordt en dat we dus dat ook de aandacht moeten opleggen. Ik ben dan ook bereid om samen met de academische wereld en met het middenveld, dus met het betrokken middenveld, te gaan bekijken waar de huidige onderzoeks- en eventuele beleidsnoden zitten. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je best met mensen die
echt weten waar dat over gaat, dat de academici zijn, mensen vanuit het middenveld, dat je daar zeer nuttige en waardevolle insteken van kunt krijgen om een eigen beleid nog meer gestalte te geven. Welke initiatieven zal ik daaromtrent nemen? Ik neem het thema mee in het kader van het nieuwe interfederale actieplan LGBTI, dat op dit moment geschreven wordt. En zoals ik dat net heb gezegd, ga ik ook bekijken met de academische wereld en het middenveld waar de huidige onderzoeks- en eventuele beleidsnoden zitten. Excuseer. Zal ik overleggen met collega's uit de Vlaamse regering? Ja, u hebt zelf al aangegeven dat er toch wel behoorlijk wat raakpunten zijn met bijvoorbeeld het beleidsdomein welzijn. Ik denk dat het goed is om eerst te overleggen via rondetafelgesprekken of in welke format dan ook, met academici en met het middenveld. Zijn trouwens ook dus vragende partijen, zoals ik heb aangegeven. Zij stellen zelf een onderzoek voor dat ongeveer een jaar zou duren. Dat zegt dus het middenveld en de academici. En het is eigenlijk een naar voorbeeld wat ze in Nederland hebben gedaan. En zij vragen dus eigenlijk om hier in Vlaanderen net dezelfde aanpak te doen, zodanig dat je een goede studie hebt, een goed onderbouwde wetenschappelijke studie, waarop je dan je beleid kunt enten. Ik denk dat het ook wel nodig is om toch nog af te sluiten, meneer de voorzitter, met mijn antwoord, om aan te stippen als uit dit onderzoek blijkt, dus uit de gesprekken met het middenveld en met de academici en dergelijke meer, dat dit thema zal moeten opgenomen worden in het horizontaal gelijke kansenplan, dan zal ik absoluut niet aarzelen om dat te doen. En ik denk, ik wil niet vooruitlopen op de resultaten van die studie natuurlijk, maar ik denk dat dat toch wel een van de zaken gaat zijn die dat er gaat uitkomen. En dan ben ik samen met u en hopelijk ook andere aanwezigen hier absoluut voorstander om dat op te nemen. Dank u wel, mevrouw de minister. Meneer De Bruin. Dank u wel. Ik dank de minister voor haar duidelijk antwoord en voor de bereidheid om inderdaad het gelijke kansenbeleid waar nodig aan te vullen en uit te breiden met de doelgroep of met de aandachtsgroep van intersekspersonen. De klemtoon die de minister daar legt, zijn denk ik terecht. Dat enerzijds bijkomend informatie verzamelen. Informatie verzamelen betekent ook voor een stukje sensibiliseren. Ik denk dat dat absoluut terecht is aangestipt. Dat we dat doen op een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde manier lijkt evident. In het verleden was het vaak anders. Dus ook dat heb ik bijzonder graag gehoord. En ik denk ook dat het mooi aansluit bij een voornemen dat als een rode draad toch ook door de beleidsnota gelijke kansen loopt, namelijk het strijden tegen stereotype beeldvorming. We zitten in een maatschappelijk denken dat heel sterk uitgaat van een bijna zeer sterk vastliggend man-vrouw denken, waar eigenlijk de realiteit toch wel wat complexer is, zoals ook de andere beleidsthema's of de beleidsinitiatieven die de minister neemt aantonen. Ik ben er ook van overtuigd dat inderdaad binnen de holibi-beweging er zeer veel interesse en bereidheid is, maar dat ook daar nog een gebrek aan degelijke informatie en onderzoek het wat bemoeilijk om er echt ook beleidsadviserend mee om te gaan. Dus als daar het middenveld, zeg maar, het beleid en de academische wereld elkaar kunnen vinden, zal ons gelijke kansenbeleid erop vooruit gaan. Waarvoor dank. Dank u wel, meneer De Bruin. Collega's, mevrouw de minister. Nee, dan is deze vraag om uitleg bij deze ook afgehandeld. En gaan we over naar punt 3 van onze agenda. En aan de orde is dan het ontwerp van het decreet gemeentefonds. Het advies dat we daarover verstrekken aan de commissie Binnenlandse hebben we op 28 mei beslist om dat te doen. Met dit ontwerp van decreet worden immers ook de sectorale subsidies aan de gemeente in het gemeentefonds geïntegreerd, waaronder kinderarmoede zit. Ik geef graag een korte toelichting in zaken de procedure. Ons advies moet binnen zijn uiterlijk op dinsdag 16 juni en moet bezorgd worden aan de commissie Binnenlandse. Op die dag vat de commissie de bespreking van het ontwerp van decreet aan. Dus dat betekent dat onze commissie vandaag een beslissing moet nemen over te verstrekken advies. Het advies kan een echt standpunt zijn van de adviesverlenende commissie. Maar goed, tenzij dat de Heilige Geest hier plots nederdaalt, stel ik voor dat we de mogelijkheid nemen die in het reglement staat om de verschillende meningen die aan bod komen te overwegingen weergeven, zonder dat er sprake is van een echt standpunt van de commissie. Wij kunnen geen amendementen aannemen of verwerpen, dat moet in de commissie Binnenlandse gebeuren. Er wordt een gedrukt stuk gemaakt, dus dat betekent dat we een verslaggever moeten aanduiden. Wie wenst de verslaggever te zijn? Ik zou mevrouw Van den Branden willen voorstellen. Mevrouw Van den Brand, als verslaggever.
Ja, heel goed. Voordat we overgaan tot het advies, zal mevrouw de minister kort een toelichting geven over de sectorale subsidies voor kinderarmoede die in het gemeentefonds worden geïntegreerd. Ja, dank u, voorzitter. En ik zal het inderdaad ook wel kort houden, omdat er ook is afgesproken dat de echte toelichting en bespreking van het ontwerp van de decreet zal plaatsvinden in de commissie Binnenlands. En dat is volgende week dinsdag, als ik me niet vergis, 16 juni, ook de datum waar het advies moet verstrekt worden. Het regeerakkoord staat heel duidelijk dat vanaf 1 januari 2016 de 7 sectorale subsidiestromen die er nu bestaan, zullen geïntegreerd worden in het gemeentefonds. U kent ze alle 6. Dat gaat jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoede. Zoals de voorzitter al heeft aangegeven, is deze commissie enkel betrokken bij de sectorale subsidies kinderarmoede. Dat voor een bedrag van 4.108.000 euro zal overgeheveld worden in het gemeentefonds. Voor alle duidelijkheid, hier is geen enkele euro op bespaard. Dat is het bedrag dat ook was ingeschreven bij begrotingsopmaak. Is ook het bedrag dat zal doorgestort worden per 1 januari 2016 in het gemeentefonds. Ik wil misschien de commissie er ook attent op maken dat het gaat over een bedrag, ik heb u het al genoemd, 4.108.000 euro. En het totale bedrag van de 7 sectorale subsidiestromen samen, die zullen dus per 1 januari 2016 ingekanteld worden in het gemeentefonds, bedraagt 130 miljoen. Hè. Dus we hebben het hier over 4,1 miljoen ten opzichte van 130 miljoen. De grootste bedragen situeren zich bij cultuur, dat over 88 miljoen gaat, bij jeugd over bijna 20 miljoen, over sport bijna 15 miljoen. Wat ook nog wel belangrijk is om te vermelden, denk ik, en dat geldt natuurlijk voor elke sectorale subsidiestroom, is dat het eigenlijk de bedoeling is om de lokale besturen te ontlasten. En dan vooral in het kader van planlast. Dus het gaat absoluut niet meer nodig zijn om allerlei plannen in te dienen en dergelijke meer om die subsidies te krijgen. Men gaat die gewoon krijgen via het gemeentefonds. En dan is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur om te doen met die middelen wat ze moeten doen en wat ze in het verleden hebben gedaan met die middelen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat er een lokaal bestuur, maar dat is natuurlijk de autonomie van het lokaal bestuur, het is betreffende lokaal bestuur, dat een lokaal bestuur bereid is om de subsidies die ze nu krijgen voor kinderarmoede via het gemeentefonds dan per 1 januari 2016 zouden aanwenden om bijvoorbeeld een riool te herstellen. Wat dat zijn de verhalen die ik nu lees in de krant en dergelijke meer. Ik denk dat het goed is voor de lokale besturen dat ze veel meer autonomie krijgen. Ik vind het ook zeer goed dat de planlast toch wel behoorlijk daalt, want ik denk dat de lokale besturen ook wel de mensen die nu continu bezig zijn met het invullen van al die dossiers, en over kinderarmoede is dat beperkt, maar voor sport, cultuur, jeugd, dat vergt heel veel energie, vergt heel veel voltijdse equivalenten, en dat men die mensen dan op lokaal niveau voor andere zaken kunnen gebruiken dan louter administratieve dossiers opstellen voor de Vlaamse overheid. Dank u wel voor die toelichting, mevrouw de minister. We hebben ook een verzoek gekregen voor het organiseren van hoorzittingen. Conform artikel 35.1 van het reglement. We hebben dat verzoek op 3 juni doorgemaild aan alle commissieleden. Uiteraard kunnen de mensen die, of de collega's die dat verzoek hebben ingediend, dat toelichten bij de bespreking en kan de commissie daarover beslissen. Sowieso denk ik dat er een timingprobleem is, aangezien dat het advies moet verstrekt worden op dinsdag. Ten laatste, maar ik laat jullie straks de toelichting doen en dan kan de commissie daar in al zijn wijsheid over beslissen. Collega's, wie wenst het woord te nemen bij de bespreking? Meneer Van Malderen. Voorzitter, misschien moeten we de tussenkomst wel opsplitsen zoals u zelf eigenlijk gesuggereerd heeft in een aantal delen. Enerzijds onze vraag naar hoorzittingen. Ik denk dat u in uw inleiding gezegd heeft van ja, tenzij de Heilige Geest hier nederdaalt, dat duidt een beetje, als ik dat zo mag zeggen, op mogelijk een gebrek aan inspiratie. Maar er zijn best wel mensen die ons in deze met expertise kunnen inspireren. Pinksteren ligt al een tijdje achter ons, maar er is toch wel
een breed scala aan mensen die hier ons kunnen verlichten en hun licht laten schijnen op dit dossier. Ik denk dat mevrouw de minister kernachtig, maar correct haar intenties heeft toegelicht. Ook anderen hebben daar in het verdere en in het nabije verleden reeds op gereageerd. En het lijkt mij interessant dat we, daarmee toch ook gesteund door een petitie die door meer dan 11.000 mensen is ondertekend, om mensen uit het middenveld, betrokkenen, experten, in deze commissie over dit belangrijke luik te horen. Het is niet, mevrouw de minister, dat het, omdat het bedrag kleiner is dan bijvoorbeeld in de cultuursector, dat de impact van een inkanteling geringer zou zijn. En dus hebben wij vanuit SPA en Groen u een verzoek gericht. Ik denk dat de namen gekend zijn. We zijn uiteraard bereid om over dat lijstje te discussiëren. Als er nog andere suggesties zijn, kan dat uiteraard meegenomen worden. Maar we zouden bijvoorbeeld graag meneer Smeijers van Caritas, meneer Van Alwaard van het Netwerk tegen Armoede, meneer Dirks, Vlaams Steunpunt Armoede, Wouter Hilaert, Hart boven Hart, degenen die het initiatief genomen hebben om dit dossier aan te kaarten en de petitie georganiseerd hebben, maar ook bijvoorbeeld de VVSG, Peter Rijmaker van Oasis, en dan uit het terrein, mensen uit lokale netwerken rond kinderarmoede, uit de centrumsteden, maar evengoed uit andere relevante steden en gemeenten, hier horen. Ik denk dat timing op zich eigenlijk geen argument is om dit niet te doen. Al is het maar omdat ik ervan uitga dat de bespreking in de commissie Binnenlandse ook wel niet op één namiddag zal kunnen afgerond worden. Het lijkt me dan een dusdanig belangrijk dossier. Ik zie mevrouw de minister heel hard knikken. Maar dat een dusdanig belangrijk dossier toch ook niet over één nacht ijs kan beslist worden. En dus denk ik dat we daar in deze commissie gerust parallel, en we kunnen ons daar een grote lenigheid aan de dag leggen om te proberen om die mensen op korte termijn te horen, desnoods op een afwijkend moment. Maar het lijkt mij belangrijk dat we ons laten inspireren, dat we niet als lemmingen in een bepaalde richting evolueren, maar gewoon ons goed documenteren over wat deze mogelijke beslissing op het terrein zou kunnen betekenen. Maar evengoed, reflecties vanuit meer academische hoek zouden dit kunnen duiden. Dit is een eerste tussenkomst. Ik zou in een tweede fase straks dan wat meer inhoudelijk willen tussenkomen. Maar een warm pleidooi om hier in deze commissie een aantal andere stemmen te laten horen die blijkbaar noodzakelijk zijn om ons met z'n allen te inspireren. Prima, dank u wel, meneer Van Malderen, voor deze tussenkomst, mevrouw Van den Brand. Ja, het lijkt me ook gewoon meer zelf de hoorzitting te hebben en dan straks de inhoudelijke tussenkomst. We hebben met Groen inderdaad ook gevraagd om hoorzitting te doen in deze commissie, maar in alle andere commissies die betrokken zijn. Net omdat het altijd boeiend is om te luisteren naar wat experten denken dat de impact van je beleid zal zijn. We kunnen ervan uitgaan, het zal allemaal wel meevallen of niet, maar er komen heel veel signalen van nee, dit is geen peanuts, dit heeft wel impact en dit is niet zomaar een goede beslissing. En de vraag van een aantal mensen van luister naar ons. En als parlementaire democratie denken we allen achter het principe van een open huis staan hier in het Vlaams parlement. En lijkt me ook logisch dat we dat doen, dat we de vraag die er is op het middenveld van experten, dat we die mensen, dat we die horen. Vraag ook van burgers, hè. Zoals meneer Van Malderen zegt, 11.000 burgers die een petitie hebben getekend, hopend op een goed en breed debat hierover. Dat gaat niet over enkele enkelingen, het gaat over een brede groep van de mensen die wil dat hier een ernstig en diepgaand debat over is. Dus vandaar inderdaad ook dat we Groen en SPA dus het voorstel hebben ingediend om hoorzittingen te houden. Als timing een probleem is, ik denk dat wij allemaal grote mensen zijn die flexibel ons kunnen opstellen. Ofwel gaan we deze week extra commissies inlassen, ofwel, zoals meneer Van Malderen zegt, zal er nog wel tijd zijn omdat de commissie Binnenlandse niet over één nacht ijs gaat. Desgevallend vragen we zelfs aan de commissie Binnenlandse om haar werkzaamheden een paar dagen op te schorten, maar tijd mag niet het argument zijn om boeiende debatten uit de weg te gaan. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Collega's, andere tussenkomsten?
Het hoeft niet over de hoorzittingen aan zich te gaan, maar ook inhoudelijk. Mevrouw de minister, u bent uiteraard vrij om iets te zeggen, alstublieft. Ja, ik denk mevrouw Van Dumbrand en meneer Van Malden dat er al zeer uitvoerige hoorzittingen zijn geweest in de Commissie Cultuur, Jeugd en Sport. Dat was bij mijn weten ook zo afgesproken in het uitgebreid bureau over alle partijgrenzen heen. Daar was ook het gentleman's agreement gemaakt dat het decreet, het ontwerp van een decreet, dat dus de behandeling van de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds, dat volledig zal afgerond worden op de zitting van dinsdag 16 juni. Uiteraard hebben wij oor en begrip voor het middenveld, van de signalen die uit het middenveld zijn gekomen. Ik denk het feit dat er hoorzittingen zijn georganiseerd in de commissie die ik net heb aangehaald, bewijst dat ook. Willen wij overleggen met het middenveld? Ja, uiteraard. Maar ik denk als er afspraken worden gemaakt en ik vind het een beetje jammer, maar dat is mijn persoonlijke visie, maar ik vind het wel een beetje jammer dat er dan over alle partijgrenzen wordt ingestemd met de terechte vraag van de oppositie om hoorzittingen te organiseren, dat er dan uiteindelijk hoorzittingen worden georganiseerd en een zeer breed gamma mensen is bevraagd en gehoord, en dat er dan toch nog wordt afgeweken van de afspraken. Ik vind dat eigenlijk niet getuigen van veel respect, dat wij toch ook als meerderheid hebben getoond naar de oppositie om het gewoon kamerbreed goed te keuren en die hoorzittingen te laten plaatsvinden, maar dat er dan wordt afgesproken op 16 juni af te ronden in de commissie Binnenlandse. En u weet allemaal waarom we dat moeten doen, omdat we anders in gedrang komen met de timing om het te kunnen implementeren per 1 januari 2016. Als we ons niet aan deze afspraak kunnen houden, maar het is natuurlijk het volste recht van deze commissie om ervan af te wijken. Ik ben geen parlementslid, voor alle duidelijkheid. Maar dan denk ik dat we toch in de toekomst toch eens moeten nadenken of dat het nog wel nuttig is om kamerbreed tot zo'n consensus te komen in vergaderingen van het uitgebreid bureau. Meneer De Bruin. Dank u wel, voorzitter. Kort, collega's, ik denk dat de minister de belangrijkste punten heeft aangehaald. Er is niemand die twijfelt dat de stem, of betwijfelt, dat de stem van het middenveld in dit debat van bijzonder groot belang is. Ik denk dat we het daar allen over eens zijn en dat conform die overeenstemming tussen de verschillende fracties ook klare en heldere werkafspraken zijn gemaakt betreffende hoorzittingen en dat men er toen voor heeft gekozen, inderdaad met steun van ieder, om die hoorzitting uitgebreid aan bod te laten komen in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Media. Ik merk ook op dat we bij de regeling van de werkzaamheden 2 weken geleden, toen we de manier waarop wij met de vraag vanuit de commissie of wij dit decreet ook wilden bespreken, hoe we daarmee zouden omgaan, dat toen ook de vraag tot hoorzitting op geen enkel ogenblik is gesteld. Nu, voortschrijdend inzicht is iets dat we allen toejuichen, maar ik ben hier in elk geval zeer duidelijk, wij zullen als fractie de vraag tot hoorzittingen in deze commissie niet ondersteunen. Maar ik wil daar voor alle duidelijkheid bij gesteld hebben dat dat geen enkele inhoudelijke appreciatie inhoudt van meningen die mensen op een hoorzitting zouden kunnen geven. Integendeel, die meningen zijn waardevol, die zijn aan bod kunnen komen, zowel in een hoorzitting als natuurlijk ook in het buitenparlementaire debat dat we met z'n allen ook volgen. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Ik wil even ingaan, want ik vind het niet correct dat we weer worden beticht van het niet naleven van afspraken. Wat is er afgesproken op het uitgebreid bureau? Dat er zeker hoorzittingen zouden komen in de commissie Binnenlands, die zijn er geweest, maar dat aan de andere commissies om zelf te oordelen of het nog nodig is om over de deelaspecten ook hoorzittingen te organiseren en hun werkzaamheden te bepalen. Daarom dat ik hier ook herhaal, we zijn bereid om op korte termijn, flexibel, al is het vrijdag, al is het maandag, om nog voor die commissie hoort te organiseren, ben er zeker van dat de sprekers die we hier voorstellen ook die flexibiliteit aan de dag willen leggen, net omdat ze het zo belangrijk vinden om gehoord te worden. Maar de aspect van armoede is een specifiek aspect en het lijkt me zeer relevant om daar apart een hoorzitting rond te organiseren. En dat is niet in strijd met de beslissingen van het uitgebreid bureau. Meneer Van Malderen. Ja, inderdaad, voorzitter. Allee, dit is geen bewijs van een gebrek aan respect, integendeel. Het is net uit respect voor uw bevoegdheid. Het is uit respect voor het decreet
en de doelstellingen die voorligt, dat we het willen laten toetsen aan de opinie van mensen die er dagelijks mee omgaan. Van vertegenwoordigers van steden en gemeenten tot de mensen die rechtstreeks met de doelgroep werken in de verschillende netwerken kinderarmoede in de steden en gemeenten. Het is uit respect dat we dit dossier op een vlotte, flexibele, snelle wijze, als dat nodig is, willen behandeld zien. Ik onderschrijf de suggestie van mevrouw Van den Brand, desnoods morgen, desnoods maandag, desnoods voor de commissie. Dit is geen vorm van filibusteren, dit is geen vorm van vertragingsmanoeuvres. Dit is een manier om elk van de deelaspecten die met die inkanteling van sectorale middelen in het gemeentefonds te maken hebben, op een gedegen wijze in dit parlement te horen. Het feit alleen, mevrouw de minister, dat er al hoorzittingen en uitvoerig geweest zijn in de commissie Binnenlands, belet niet dat er een aspect is, ik dacht dat u dat aanhaalde, in cultuur. Dus, maar in Binnenlands zijn er geen... Nee, er was afgesproken... U zei cultuur, ik heb me vergist. Ja, dus het feit dat dat in cultuur uitgebreid is aan bod gekomen, belet niet dat je hier met een aantal sectorspecifieke gegevens hebt die een aantal vragen oproepen en die wij graag op voorhand zouden behandeld zien door mensen die het op het terrein zullen moeten ervaren. En voordat we op die knop duwen in de plenaire, lijkt het mij belangrijk dat we die hun mening kennen. En het bureau heeft inderdaad beslist om een sokkel te voorzien, maar niets belet. Ik denk dat trouwens u zelf en de voorzitter dat ook onderschreven hebben, dat deze commissie in zijn organisatie beslist om dit alsnog te doen. Het zou een meerwaarde zijn als we het wel doen. En omgekeerd lijkt het mij echt wel een manco te zijn en mogelijk een smet op uw decreet, mevrouw de minister, als we dit niet zouden doen. Het zou de aandacht afleiden van uw doelstellingen. Dus het lijkt mij beter dat u er gewoon in meegaat. Goed. Dank u wel, meneer Van Malderen. Collega's, dan stel ik voor dat we overgaan tot de inhoudelijke bespreking. Nee, van Malderen. We gaan uiteraard daarover stemmen, maar we stemmen alles samen, hè, straks. Nee, dat lijkt me toch wel in de regeling van de werkzaamheden. Allee, je kan niet zeggen, we gaan hoorzittingen organiseren en dan voorafgaandelijk hier... Dat is ook mensen niet ernstig nemen. Dat is waar. Dat is een goed punt. Hier, dus als de commissie stemmen. Daarmee akkoord is, wil je daar nu ook de stemming over doen. Dat is geen enkel probleem. Mevrouw Fransen? Zeer kort over de procedure. Het had natuurlijk goed geweest dat 2 weken geleden in de regeling der werkzaamheden dat werd besproken. Nu, er zijn inderdaad uitgebreide hoorzittingen geweest in de commissie cultuur, waar het netwerk tegen armoede ook aan bod gekomen is, over algemeen. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral te grond en dat we hier onze mening kunnen uiten over die inkanteling. Maar dat we beter te gronden inhoudelijk het debat nu kunnen voeren. We zitten met een tijdsbekommernis. Ik heb u dat ook al gezegd. Het is altijd goed om mensen te horen, maar als jullie spreken van bijvoorbeeld morgen, wij zitten ook met hoorzittingen in de Senaat rond het kinderarmoederapport. Het wordt kort dag om nog iets te organiseren. Ik denk dat het belangrijk is dat we... En diegenen die de interesse hadden, hebben het ook kunnen volgen in de commissie cultuur, wat het netwerk tegen armoede heeft gezegd. Dat we hier nu best in alle openheid kunnen onze meningen ventileren en onze bekommernissen kunnen ventileren wat die inkanteling betreft. Prima, meneer Van Malderen. Mevrouw Fransen, cultuur is geen kinderarmoede. Hè. Het is niet omdat dit... Een klein onderdeel is, relatief klein. Ik denk dat we hier met z'n allen zouden willen dat het een groter onderdeel is. Dat het niet specifiek is. En bovendien, denk ik, is het van alle geviseerde sectoren en werkvelden het meest prille.
het relatief jongste en dus eigenlijk bijna per definitie het meest kwetsbare. En ik denk dat je daar moet oog voor hebben om daarna te kijken. En nogmaals, zowel mevrouw Van den Brandt als ik hebben hier getuigd van de grootst mogelijke flexibiliteit om dit te organiseren. Dus tijd aan zich is geen argument. Voorzitter, ik vraag je echt wel de stemming over, zodat iedereen kan weten wat de houding is en hoe belangrijk dat we een en ander vinden. Dat is prima. Collega's, wij gaan over tot de stemming omtrent het voorstel tot het organiseren van hoorzittingen. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Niemand. Prima. Goed, collega's, dan kunnen we overgaan tot de inhoudelijke bespreking van de toelichting die de minister daar juist gegeven heeft in verband met het gemeentefonds. Wie neemt daar graag het woord over? Mevrouw Van den Brandt, u heeft het woord. Er is blijkbaar een schroom om te beginnen altijd in de commissie. Ik ga ervan uit dat iedereen hier op wenst tussen te komen. Moet de planlast verlaagd worden? Ja. Niet alleen in dit domein, op heel veel plaatsen moet dat omlaag. Verdienen lokale niveaus autonomie en vertrouwen? Ja. Daar wil ik heel duidelijk over zijn. Betekent dat dat de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid zich volledig moet terugtrekken als actor in het beleid? Nee. En daar schort het schoentje. Ik heb het gevoel, mevrouw de minister, en we zijn daar niet gewoon van u, dat u eigenlijk een beetje achteroverleunt en toekijkt. En dat is normaal niet uw houding. Dus daarom dat me dat verbaast, dat u zoveel uit handen geeft waar dat dan niet nodig is. U kan die planlast verlagen zonder iedere controle te lossen. U kan die autonomie geven zonder iedere vorm van betrokkenheid te lossen als Vlaamse overheid. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Een mogelijkheid is de oormerking van de middelen die naar de gemeente gaat. U kan ook als Vlaamse regering de gemeentes meetbare resultaten opleggen, zodat zij moeten aantonen en dat zij resultaten moeten boeken in de bestrijding van kinderarmoede. En op die manier kan u die gemeentelijke autonomie vrijwaren, maar toch concrete doelstellingen gaan behalen. Want als u die middelen gewoon zonder enige garantie overhevend naar de gemeente, zegt van kijk, hier zijn gemeenten, in een context waarin dat gemeenten moeten besparen, waar gemeenten heel veel moeite hebben om rond te komen, dan is het risico, en ik kan ermee lachen over die verwijzing naar de heraanleg van de riolering, maar dat is perfect theoretisch mogelijk en in veel gemeenten, de heraanleg van de riolering is bijvoorbeeld ook iets zeer belangrijks, dat is geen fait divers, en de gemeenten zitten voor verscheurende keuzes. Dus als u invloed wilt hebben, als u de middelen die u hebt wil blijven inzetten voor de doelen die er zijn, gebruik dan de instrumenten die er zijn. Geef niet zomaar al uw macht uit handen. Zorg dat u nog betrokken bent. Zorg dat u nog mee aanwezig bent. En een aantal argumenten die ik daarbij wil geven. Een eerste gaat om het principe van de gelijkheid. Ik denk dat u dat als minister ook zeker moet onderschrijven, dat alle burgers en zeker alle kinderen hebben recht op een gelijke dienstverlening. En het is niet omdat je in gemeente A woont dat je een andere behandeling moet krijgen dan in gemeente B. En het kan dus niet zijn dat geld Vlaams geld dat dient om kinderarmoede te bestrijden, voor een kind beter wordt aangewend omdat het toevallig in een gemeente woont met een gemeentebestuur dat daar meer aandacht voor heeft dan in een ander. Dus dat is het basisprincipe al waarom we moeite hebben bij het niet oormerken of op zijn minst niet het controleren van hoe dat die middelen worden besteed. Een tweede argument gaat over de participatie. Hier is geen garantie dat mensen zullen participeren. Ook een van de argumenten naar voren had. Mensen in kansarmoede zijn vaak niet de meest mondige mensen, dat weten we. Participatie van mensen in armoede vraagt veel meer inzet, veel meer moeite, omdat de context waarin die mensen leven participatie vaak belemmert. En momenteel zijn er ook op geen enkele manier garanties ingebouwd om die participatie van deze mensen. Op gemeentelijk niveau zijn het vaak niet de best georganiseerde organisaties met veel leden die hiervoor zijn. Een derde argument, en dat is iets dat zeker voor de kleinere gemeenten geldt. Ik weet dat u van Antwerpen afkomstig bent, dat is een grote, sterke gemeente, maar kleinere gemeentes, voor hen is het niet evident om zonder ondersteuning en begeleiding doelstellingen te bereiken. Je geeft hen middelen, maar ja, spring maar in het zwembad en leer maar zwemmen. Dus in die zaken denk ik dat het belangrijk is dat u de ondersteuning en de begeleiding voorziet voor die complexe materie die toch is en zorgt dat ook die kleinere gemeenten de aandacht krijgen en de steun krijgen die ze nodig hebben om een kinderarmoedebeleid uit te rollen. Een vierde argument.
ik ben allemaal halverwege van de argumenten. De gemeentes die worden getroffen door besparingen. Vanuit verschillende overheden, ook vanuit deze Vlaamse overheid. En door het inkanten van de middelen komen die besparingen daardoor ook nog eens terecht bij die gemeente. En als je in die context middelen overhevelt, dus je hebt minder middelen nodig dan dat er nodig zijn, in context dat er al besparingen zijn, in context dat heel veel gemeenten al in heel moeilijke papieren zitten, dan zit je nog meer in nood en dat komt niet ten goede aan het beleid van kinderarmoede dat u hopelijk een warm hart toedraagt. Het andere heb ik ook al gezegd, het risico dat dit gebruikt wordt voor andere doeleinden, dat is niet enkel iets wat in de krant staat, dat is niet enkel iets wat de oppositie zegt. Ook het middenveld, maar ook de inspectie van Financiën heeft hiervoor gewaarschuwd. Ze zegt van de lokale besturen moeten straten eraan leggen, moeten een aantal zaken doen en voor hen is het niet vanzelfsprekend dat die middelen automatisch daarvoor worden ingezet. Dus het is geen loos argument. De laatste twee zaken die ik nog wil aanhalen, zorgen samen voor het bovenlokale. Bijvoorbeeld een uitpas. Mensen in armhouden die kunnen bij elke uitpasactiviteit bepaalde kortingen krijgen of reductietarieven. Gemeentes moeten dan gaan samenwerken voor de initiatieven. Maar in praktijk blijkt dat het niet evident is voor gemeentes om niet-inwoners dezelfde kortingen aan te bieden zoals inwoners. En dus dat geeft het aspect van het bovenlokaal dat je hiermee verwaarloost. Hetzelfde voor bovenlokale problematieken zoals dakloosheid. Op welke manier kun je in nieuwe settingen plaats krijgen? Dus wat stelt Groen voor? Wat is volgens ons het advies dat vanuit deze commissie moet komen? Een eerste is te zorgen voor een oormerking van de middelen. De middelen die gereserveerd zijn om kinderarmoede te bestrijden. Die middelen, en ze zijn te weinig, ze zijn te laag, maar die middelen die er zijn om kinderarmoede te bestrijden, die moeten daar ook daadwerkelijk voor gebruikt worden. Dus leg aan de gemeente doelstellingen op wat betreft het bestrijden van kinderarmoede. Het is geen kwestie van extra planlast, dat is kwestie van goed bestuur. Je kan dat doen met minimale planlast, met minimale administratief doen, maar het is een kwestie van goed bestuur dat middelen bedoelt voor kinderarmoede terechtkomen bij de bestrijding van de armoede bij kinderen. Een tweede voorstel, zorg voor ondersteuning van de gemeente. Dit is geen evidentie, dus zorg dat er ondersteuning is. Een derde voorstel, bouw garanties in op participatie. Dat kan in allerlei vormen, waarom bijvoorbeeld geen moderne en slagkrachtige gemeentelijke adviesraad armoede. En een laatste advies, zorg voor een evaluatie van de inkanting van de middelen en voor de uitwerking nauw op. Zonder te pamperen, maar om te zien wat de impact is van uw beleid en sta de gemeente met raad en daad daarin bij. En de laatste wat ik wil doen is een vraag aan u, mevrouw de minister. Als er op een decreet een armoedetoets moet gebeuren, zal het wel op dit decreet zijn. Dat was ook aangekondigd, maar tot dusver is dat niet gebeurd. Komt er een armoedetoets op dit decreet? En zo ja, wanneer? Want u hebt zelf gezegd, de klok tikt. Een armoedetoets doe je niet op een halve dag. Dus ik ga ervan uit dat die al in uitvoering is en dat we de resultaten ook voor dinsdag van die toets kunnen zien als parlement. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Collega's, meneer Van Malderen. Wie heb ik gemist? Meneer Van Malderen. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, u bent eigenlijk uw toelichting begonnen met de stelling ja, die integratie is beslist. Ik zal dat niet ontkennen. In het regeerakkoord, in uw beleidsnota en bij evenveel keren hebben we hier ook onze bemerkingen daarover hier geuit. Dus het is niet omdat het beslist is dat een en ander in dit parlement en ook daarbuiten niet betwist is. Ongetwijfeld zullen een aantal argumenten u vertrouwd in de oren klinken. Maar dat betekent niet dat we niet blijven geloven in de kracht van die argumenten. Ik betreur het dat u en bij uitbreiding de meerderheid tot nog toe niet de bereidheid hebt getoond om er eigenlijk terdege op in te gaan. Net zoals ik, het moet me van het hart, ik betreur dat men niet de kracht van zijn overtuiging heeft om zich hier enigszins kwetsbaar op te stellen en mensen in het parlement te vragen om hun mening te geven over dit decreet. Als u zegt, we doen het om de planrast te reduceren, we doen het om gemeenten krachtiger te maken, dan denk ik dat u weinig tegenspraak zou hebben. Ik denk dat heel veel mensen meegaan in het terechte verhaal dat we planlast voor gemeenten zoveel mogelijk moeten beperken. Dat regelluwte op zijn plaats is. Dat voorspelbaarheid en continuïteit belangrijke criteria zijn van goed beleid. De vraag is,
Kunnen we dat ook niet bereiken op een andere manier dan louter en alleen de mathematische inkanteling op een statische manier van middel- en kinderarmoede in het gemeentefonds, zonder dat we daarbij garanties hebben dat die middelen ook worden aangewend waarvoor ze bedoeld worden, zonder dat we daar een degelijke monitoring hebben. U hebt ooit, mevrouw de minister, bij de bespreking van de beleidsnota op mijn vraag geantwoord, dat u een schrijven zou richten aan de steden en gemeenten, zeggende u zal nu zoveel middelen gaan ontvangen. Dat bleek niet zo heel duidelijk wat net de bedoeling was. Uiteraard kenbaar maken dat die middelen overkwamen. Ik ga ervan uit dat u dan ook een aantal richtlijnen zou meegeven in die brief om aan te geven wat een volgens u degelijk beheer van die middelen zou zijn. Maar blijft de grote vraag, wat doen we post factum? Wat doen we als we vaststellen, en er is geen kwestie van gebrek aan vertrouwen, maar ik kan me voorstellen dat een en ander toch op zijn efficiëntie dient getoetst te worden. Als u het stellige geloof heeft dat een integratie, een inkanteling van middelen tot een beter beleid moet leiden, ja, dan moeten we dat ook wel toch op een of andere manier in outputcijfers kunnen gaan meten. Dat gaan we dan toch op een of andere manier moeten kunnen vaststellen. De som van 1 plus 1 zou meer dan 2 moeten zijn. Hè. Dus ik ga er dan vanuit dat u als minister van armoedebestrijding en in deze in het bijzonder van kinderarmoede, dan eigenlijk zou willen zien dat die gemeenten meer besteden aan kinderarmoede, want ze krijgen uw middelen en er valt planlast weg, wat dus eigenlijk marge moet creëren om meer te doen. Maar gaat u dat ooit weten? Zal u ooit die pluim op uw hoed kunnen steken? Ik zou niet graag hebben, mevrouw de minister, dat u hier 5 jaar uw best doet en dat niemand weet welk resultaat u geboekt heeft. Dus dat is mooi, meneer De Bruin. Ja, voilà. Het is daarom dat we, dat we de bezorgdheid hier toch ook willen uiten. Op een schriftelijke vraag hebt u mij heel mooi het overzicht gegeven van wat die verdeling zou inhouden. Mijn vraag is eigenlijk van, betekent dat dat u meteen ook, want u geeft recht aan, hier is op is niet bespaard, maar betekent dat dat die middelen nu ook as such bevroren zijn? Bevroren in bedrag, totaal, bevroren in verdeling over stad of gemeente en bevroren op die steden die ontvangen en die steden en gemeenten die niet ontvangen. Is daar een bijsturing, is daar een evaluatie, is daar een soort van appeal mogelijk vanuit steden en gemeenten om te zeggen wij zien evolutie in de problematiek ten goede of ten slechte en we willen daar, mevrouw de minister, een bijpassing rond voorzien. Ik weet niet of dat in uw opzet voorzien is, maar ik hoor het graag. Een tweede of derde belangrijk aspect vind ik heb het daarnet al aangehaald, het gaat over 4,1 miljoen aan middelen. Dat is belangrijk genoeg om op het terrein mee aan de slag te gaan. Iedereen zou denken dat meer middelen uiteraard verdedigbaar zijn. Maar dat betekent ook dat dit een bijzonder kwetsbaar gegeven is. De minste besparing, wat ook de reden is, niet van uw kant uit, voor alle duidelijkheid in de toekomst, betekent dat projecten mogelijk leefbaar zijn of niet leefbaar zijn, doorgaan of niet doorgaan. En in een dergelijk bijna kwetsbaar ecosysteem, zou ik het bijna noemen, is de minste wijziging eentje die je moet bewaken. Dit is geen oproep om heel conservatief alles te laten wat het is, maar wel ongelooflijk waakzaam te zijn als coördinerend minister. En blijf mijn vraag herhalen, hoe gaat u dat weten? Hoe gaat u dat evalueren? En tenslotte, en dat is inderdaad de hamvraag, kunnen wij alsjeblieft, mevrouw de minister, voor we op een toets duwen in de plenaire, de armoedetoets op dit gegeven kunnen krijgen, zodat we
echt in eer en geweten en met alle kennis ter zake kunnen onze opinie bepalen. In het andere geval lijkt het mij dat we echt aan het fietsen in het donker zijn en dat we richting een crash gaan. En dat wens ik u niet toe, maar dat wens ik vooral niet toe aan degenen die rond kinderarmoede bezig zijn. En dat wens ik vooral niet toe degenen die rechtstreeks te maken krijgen met armoede en met kinderarmoede. En dus grote voorzichtigheid lijkt mij in deze op zijn plaats. Dank u wel, meneer Van Malder. Meneer De Bruin. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik denk dat leden van de oppositie een aantal terechte bekommernissen... Ik ben ervan overtuigd dat de leden van de commissie een aantal terechte bekommernissen hebben aangebracht. We moeten niet flauw doen, die bekommernissen leven bij heel veel mensen. Straks nog door de collega's een pleidooi gehouden om die ook hier te laten weerklinken tijdens een hoorzitting. We zijn ons bewust van die bekommernissen en we hebben daar begrip voor. Ik vind in alle eerlijkheid ook dat er tot nu toe op een heel ernstige manier is gedebatteerd en dat we daarmee ver afstaan van wat we eerder in advertenties hebben gezien. En dat vind ik ook een positieve evaluatie, of evolutie, moet ik zeggen. Ten gronde, een paar punten. We gaan elkaar, denk ik, collega's, niet volledig kunnen overtuigen. Niet vandaag, ook niet volgende week dinsdag. Onze opinie is daar verschillend. Het vertrouwen in lokale besturen en lokale overheden is aan onze kant, of ik zal voor mezelf spreken, is bij mij misschien wat groter dan bij jullie. Het verlangen ook om gemeentelijke autonomie te versterken is bij mij misschien ook wat groter dan bij jullie. En we gaan elkaar daar blijvend tegenover elkaar vinden en we gaan daar elkaar niet kunnen overtuigen. Waar ik het een beetje moeilijk mee heb, is de ondertoon die we soms horen dat dit eigenlijk een beetje een gecamoufleerde besparingsoperatie is. Dat is het niet. Ik heb het niet te expliciet gehoord vandaag, maar het zat er als bekommernis zat het er toch wel in. Laat ons nog eens benadrukken dat het dat absoluut niet is. De vrees dat sommige gemeenten tekort zouden kunnen schieten in hun verplichtingen ten opzichte van het aanpakken van armoede, heb ik daarnet al aangegeven, is een vrees die ik begrijp, maar waar ik positiever tegenover sta en waar mijn vertrouwen in de lokale overheid groter is. Waar ik zeker begrip voor heb, is voor de behoefte om op zeker ogenblik wel een round-up te kunnen maken, stand van zaken te kunnen opmaken van wat is nu het effect van beleid dat je voert. Maar ik denk, collega's, dat dat eigenlijk niet anders is dan als je het beleid zelf aanstuurt, centralistisch aanstuurt vanuit Brussel. Ook dan ga je op zeker ogenblik willen weten, slaat mijn beleid aan, werkt het, waar moet ik bijsturen? Ik denk dat soort oefeningen, dat we dat inderdaad aan onszelf verplicht zijn en dat we die moeten houden. Verder denk ik dat, maar ook daar heb ik uiteraard nog geen bewijzen van hoe zou het ook kunnen, maar verder denk ik, ben ik ervan overtuigd, dat aan het einde van de rit, over een aantal maanden, jaren zal blijken, dat lokale besturen wel degelijk weten waar prioriteiten moeten gelegd worden, wel degelijk elkaar weten te vinden om bovengemeentelijk een aantal initiatieven te nemen. En het is ook niet zo dat expertise die op Vlaams niveau aanwezig is, dat die verdwijnt. Dat voorstellen of dat zo is, vind ik ook een beetje kort door de bocht. Dus in dat opzicht hebben wij niet alleen vertrouwen in goede afloop van de uitwerking van dit decreet, maar geloven wij ook effectief dat lokale overheden samen met, want dat zal trouwens zo blijven, samen met verenigingen, samen met het middenveld, die effectief weten waar het om gaat, uitstekend en zelfs beter in staat zijn om dat beleid aan te sturen dan vanuit kantoren, bureaus, burelen en zo verder in Brussel. Dus wij zullen het decreet uiteraard steunen, niet vanuit een soort, verplicht nummertje vanuit de meerderheid, omdat we eenmaal niet kunnen. Nee, maar vanuit de volle overtuiging dat het de juiste beslissing is om op dit ogenblik te nemen. Mevrouw Fransen. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Ik ben even naar buiten gelopen om dan toch nog eventjes mijn collega's van cultuur te horen. En daar is duidelijk de boodschap ook gekomen dat het netwerk in de hoorzittingen cultuur het ook al gehad hebben over de middelen rond kinderarmoede. Nu, wat de inhoud betreft, ik denk, onze CD&V-fractie heeft alle begrip voor ongerustheid die er is. Niet alleen hier rond de kinderarmoedemiddelen, maar ook rond andere middelen, cultuur, jeugd, sport.
het feit dat de middelen voor lokaal beleid bij de inkantelingen in het gemeentefonds niet geoormerkt zullen worden. Ik ben daar ook al op tussengekomen eens tijdens een plenaire. We begrijpen de bekommernissen over de concrete gevolgen voor het lokaal beleid en dan meer bepaald over hoe de participatie van het middenveld gegarandeerd zal blijven. Hoe de Vlaamse overheid nog zal inzetten op kwaliteitsbewaking en hoe de Vlaamse en lokale overheden samen kunnen werken aan gedeelde beleidsprioriteiten. Ik denk dat samenwerking bijzonder belangrijk is. Nu, elke verandering zorgt natuurlijk ook voor koudwatervrees. Dat is zo. Het heeft altijd wel wat schrik. En deze regering heeft inderdaad gekozen om aan planlastvermindering te doen. En als ik in mijn eigen regio rondkijk, en hebben we wel tal van schepenen en burgemeesters, de partij gelooft ook wel zeer sterk in het subsidiariteitsprincipe. En ik ben ervan overtuigd dat heel wat schepenen en burgemeesters zich ook bewust zijn van de uitdagingen die er zijn, ook op vlak van kinderarmoede, ook op vlak van het socioculturele beleid. Nu, het is ook zo dat heel wat lokale besturen vandaag veel meer investeren of een veelvoud investeren van de subsidies die worden uitgereikt voor cultuur, jeugd, sport enzovoort. Nu, ik denk dat het bijzonder belangrijk is, mevrouw de minister, dat, en als CD&V-fractie hebben wij daar ook altijd voor gepleit, dat we het beleid blijven monitoren. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat lokale besturen zowel kwantitatief als kwalitatief gemonitord worden aan de hand van indicatoren, omdat je dan inderdaad een beetje een stok achter de deur houdt voor daar waar het niet altijd zou verlopen zoals dat we het willen. Nu, ik denk specifiek rond de middelen voor kinderarmoede, en u heeft het budget hier ook gezegd, een goede 4 miljoen euro. Als het over kinderarmoede gaat, mevrouw de minister, denk ik dat u dit moet behandelen als een goede huismoeder. Dat u de kinderarmoedemiddelen extra moet koesteren. En de rol van de lokale besturen is bijzonder belangrijk in gans dit verhaal. Dus nogmaals, ik begrijp de bekommernissen van de sector. Maar als ik zie hoe dat de huizen van het kind verder zullen worden uitgerold. En ik heb daar een zeer sterk geloof in. Ik zie ook binnen de eigen regio groeien die als paddenstoelen uit de grond. Dat hier toch wel heel wat kan gebeuren. En misschien kan dit ook meegenomen worden in het decreet lokaal sociaal beleid, waar we eventueel kunnen kijken naar extra hefbomen om inderdaad die vinger aan de pols te houden. Dus nogmaals, we begrijpen de bekommernissen, de bezorgdheid die er is. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is. Ik verwijs graag naar een antwoord van uzelf, mevrouw de minister, begin dit jaar, naar aanleiding van 17 oktober, een tweetal actuele vragen die toen gesteld geweest zijn, waar u, ik dacht zelfs van collega De Bruin en collega De Loor, ging het over de... Ik moet nog even kijken. Over de automatische rechtentoekenning in het armoedebeleid. En u had gezegd, ik had daar dan een deelvraag bij gesteld over die sectorsubsidies. Heeft u duidelijk gesteld dat u de lokale besturen ook zult laten weten, eens alles in dat gemeentefonds gaat, 1 januari 2016. En ik citeer u, ik ben van plan om heel duidelijk vanaf de integratie van de sectorele subsidies aan de lokale besturen te laten weten, dit zijn de middelen die jullie in het verleden hebben gekregen voor het bestrijden van kinderarmoede. Ik hoop dat u dit dan ook effectief zult doen. En nogmaals, wij zijn bijzonder vragende partij om een kwantitatieve en kwalitatieve monitoring te doen. Dus om die middelen zeker te behouden. En misschien is het goed dat hetgeen de commissaris in cultuur ook hebben bepleit, om te kijken of de ambtenaren die nu instaan voor de uitvoering van die lokale decreten en die planlasten enzovoort, een meer coachende opdracht te geven en bijvoorbeeld een kenniscentrum binnen de administratie op te richten, omdat dit een belangrijke hulp kan zijn voor de lokale beleidsverantwoordelijken die vaak behoefte hebben aan argumenten en dossieropbouw en de ontwikkeling van een kwaliteitslabel eventueel. Maar nogmaals, ik zie heel wat mogelijkheden in het kader van de uitrol van de huizen van het kind, zeker als het gaat over kinderarmoede, en mogelijkheden om extra hefbomen eventueel te creëren via het decreet lokaal sociaal beleid. Dank u wel, mevrouw Fransen. Mevrouw Van Volsem heeft het woord. Ja, dank u wel. Ik zal kort zijn. Onze fractie
kan zich eigenlijk volledig aansluiten met het pleidooi dat de heer De Bruin heeft gehouden. Wij geloven nogal in lokale overheden. Het is ook de overheid die het dichtst bij de mensen staat, die ook het dichtst de armoede kan detecteren. Dus wij vinden het een goede zaak dat zoveel vertrouwen wordt gegeven aan de lokale overheid. Dank u. Dank u wel, collega's. Dan stel ik voor dat we onze bekommernissen en ons advies overmaken aan de commissie Binnenlandse. Mevrouw Van den Brand, u had nog een opmerking. Ik ging ervan uit dat nog een reactie van de minister kwam. Ik wou daarna repliceren, maar als dat niet het geval is, dan wil ik wel op een aantal opmerkingen van de collega's repliceren. Dan zal ik... mevrouw de minister, wilt u nog antwoorden? Ja, voilà. Uiteraard, maar... U heeft het woord. Ik heb een heel concrete vraag gesteld naar de armoedetoets. Ja, ik zal antwoorden, want het is niet dat ik heb gezegd dat ik niet wel, voor alle duidelijkheid, de voorzitter regelt hier de breedexamen. Maar bon, ja. Dat waren niet mijn woorden. Nu, voor alle duidelijkheid, wij spreken straks het zal nog eens verbazen, af. Maar, het zal u niet verbazen dat ik het ook nogal eens ben met het pleidooi van collega De Bruin, collega Frans en ook... met de samenvatting ervan door collega Van Vossen, maar u hebt inderdaad nog een aantal concrete vragen gesteld. Ik zal daar dan ook op antwoorden. Ik ga niet meer ingaan op het al dan niet hebben van vertrouwen in lokale besturen en dergelijke meer. Dat hebben jullie gedaan, jullie visie. Piet heeft, excuseer meneer De Bruin, heeft dat ook gedaan. Mevrouw Van Vossen heeft dat ook gedaan. Ja, als u dan natuurlijk mevrouw Van den Brand pleit voor oormerking, ja, dat is gewoon een nieuwe planlast. Dus dat vind ik niet goed. Er is hier door verschillende mensen en dan ook denk ik door collega Fransen de vraag gesteld of dat ik inderdaad ga doen wat ik enige tijd geleden heb gezegd. Is zijnde de lokale besturen een brief schrijven met te zeggen van dit zijn jullie middelen die jullie krijgen in het kader van bestrijding kinderarmoede. En dat gaat over dat bedrag. Ik ga hetzelfde doen voor integratie, want ik heb van die 7 sectorale subsidiestromen zitten er 2 binnen mijn bevoegdheidspakketten. Ik ga dat doen vanuit mijn bevoegdheid. Voor alle duidelijkheid, er zijn wel maar 70 van de 308 gemeenten die genieten van middelen uit dat kinderarmoedefonds. Dus dat hier gezegd wordt, er zijn gemeenten die veel minder krijgen. En dat zijn allemaal criteria die vorige keer zijn vastgelegd en ik denk dat dat goed is. Alsjeblieft. Ja, maar wacht, daar ben ik nog niet. Daar ben ik nog niet, meneer Van Malder, niet zo ongeduldig. Dus ik ga inderdaad naar die 70 gemeenten, dus steden en gemeenten, een brief schrijven vanuit mijn bevoegdheden met te zeggen van dit is het bedrag dat jullie krijgen voor het bestrijden van kinderarmoede. En ik kan daar dan een persoonlijke appreciatie bij zetten dat ik het goed zou vinden moest er verder geïnvesteerd worden in beide lokale besturen in het bestrijden van kinderarmoede. Ik moet dan ook wel zeggen, en meneer De Bruin ook bijtreden, lokale besturen spenderen natuurlijk een veelvoud dan die 4,1 miljoen, voor alle duidelijkheid. En zeker in steden waar de problematiek toch wel groot is. Het is niet dat ze alleen aan kinderarmoedebestrijding doen omwille van die 4,1 miljoen euro. Maar ik ga zowel voor mijn bevoegdheid integratie als voor kinderarmoede daar mijn verantwoordelijkheid opnemen. En ik ga ook aan de andere ministers die ook sectorale subsidies in hun portefeuille hebben, de suggestie doen om net hetzelfde te doen. Wordt, en dan kom ik op uw vraag, denk ik, meneer Van Malderen, wordt de groeivoet van 3,5% toegepast op dit luik? Nee. Dus de groeivoet die voorzien is van het gemeentefonds 3,5% wordt niet voorzien voor die sectorale subsidies. Ik heb u al, maar ik vind het toch wel belangrijk, al gezegd dat er op kinderarmoede, wat deze commissie aanbelangt, geen euro is bespaard. Dan een concrete vraag over armoedetoets. Er is geen RIA, dus een armoedetoets moest ook niet, kon ook niet. Het gaat ook niet over een besparing, voor alle duidelijkheid. Dus het nut om hier een armoedetoets... Ja, maar u hebt hier allerlei zaken gezegd over de uitpas en dergelijke meer. Ik denk dat u dat beter in andere commissies bespreekt. Het gaat over de middelen van kinderarmoede, 4,1 miljoen. En dan denk ik, meneer de voorzitter, dat ik op alle bijkomende vragen heb geantwoord. Mevrouw Van den Brand. Ja, de vraag voor een armoedetoets vind ik geen irrelevante vraag. Het is niet omdat er niet bespaard zou worden of zo dat er geen armoedetoets moet zijn. Het stelt mij heel hard teleur dat dat niet gebeurt. Dit is iets dat vrij direct over armoede gaat, namelijk hoe gaan we om met de middelen voor kinderen van het kinderarmoedefonds.
als u zegt dat is niet relevant om hier een armoedetoets op te doen, dan vraag ik me af op welk decreet gaan we in deze legislatuur überhaupt nog wel een armoedetoets doen? Wat is er nodig om relevantie te hebben rond de armoedetoets? Dus het lijkt me eerder dat er een soort schrik is voor wat er misschien zou uit kunnen komen, want dezelfde mensen die een armoedetoets zouden kunnen uitvoeren zijn de mensen die niet op hoorzitting kunnen komen. Dus ik vind dit een gekke manier van werken en een heel bizar antwoord. Het sluit een beetje aan ook bij mevrouw Frans. Nu zegt ja, de mensen van het netwerk zijn in de commissie gekomen. Goed, dat is één actor. We hebben hier een hele lijst van mensen, ook experten, ook wetenschappelijke mensen. Het profiel van mensen die normaal een armoedetoets zouden uitvoeren. Ik merk nu dat we geen armoedetoets krijgen, geen hoorzittingen. Dus ik interpreteer dat toch als enige schrik om dit beleid voor te leggen aan de mensen die weten waarover het gaat. De antwoorden die u geeft, mevrouw de minister, u gaat een brief sturen, mijn persoonlijke appreciatie. Oké, maar ik vroeg u van hoe kan u zorgen dat er effectief resultaten geboekt worden op kinderarmoede? Met welke indicatoren gaan we dat opvolgen? Mevrouw Frans vroeg ook naar monitoring. Hoe gaan we de gemeente ondersteunen om dit waar te maken? Hoe gaan we zorgen dat de mensen die betrokken zijn kunnen participeren? Hoe gaat u evalueren? Het antwoord, we gaan een brief sturen, mijn persoonlijke appreciatie, is niet het antwoord op die vragen die ik stel. Ik verwacht van een minister van armoedebestrijding veel meer slagkracht om die, in mijn ogen zeer pertinente vragen, te beantwoorden dan ik ga de gemeente een lieve brief sturen. Verder heb ik collega's horen zeggen van, wij hebben meer vertrouwen in het lokale, wij hebben meer verlangen naar de autonomie. Goed, dat is dan een retorisch debat. Ik wil hier alvast zeggen dat Groen absoluut vertrouwen heeft in lokale niveaus. Zeker als er Groenen mee in het bestuur zitten natuurlijk. Maar ik denk dat u ook, collega De Bruin, u krijgt ook die telefoons van de schepen en burgemeesters van uw partij, veronderstel ik toch, die noodkreten slaan. Die zeggen van kijk, de uitdagingen die wij voorstaan, dit is niet haalbaar. En het is niet omdat op dit kleine fonds, op dit kleine budget niet bespaard wordt, dat gemeenten niet geconfronteerd worden met grote, ernstige besparingen, onder meer vanuit die Vlaamse overheid. En in die context het heel moeilijk is om de goede engagementen, de oprechte bedoelingen die ze hebben voor de burgers van hun gemeente, om die waar te maken. Dus ik denk dat daar oor naar moet zijn dat het niet is omdat hier een exact bedrag wordt overgeheveld, dat er geen besparing is op de gemeente en dat dit niet automatisch gevrijwaard zal worden van de impact van die besparingen op die gemeente. Andere opmerking, er worden hier vergelijkingen gemaakt, bijvoorbeeld met huizen van het kind door mevrouw Frans. Ik vind een interessante vergelijking, want ook daar zie je, dat is een instrument dat goed kan zijn als de gemeente daar de middelen toe heeft om daar extra in te investeren. Want de middelen die vanuit Vlaanderen komen naar waar te maken, die zijn in alle eerlijkheid quasi onbestaande, quasi nihil. En in die gemeente waar het goed gaat, is het omdat je een gemeente hebt die zich daarachter zit, die daar vol een bak voor gaat. Maar dat hangt van die goodwill van de gemeente af en van de financiële slagkracht van die gemeente om daarop in te zetten. En ik vind het jammer dat wij kinderarmoede ook daarvan laten afhangen, wetend dat die gemeenten alsmaar meer moeilijk hebben, dat we dan zeggen van, ja, trekt uw plan als gemeente, je moet dat maar belangrijk genoeg vinden, we weten dat je te weinig geld hebt, maar als Vlaams overheid gaan wij wat achteruit leunen en kijken hoe het afloopt. Meneer Van Walder. Ja, voorzitter. Eerst en vooral naar mevrouw Fransen. Het is een beetje bij de haren gegrepen als u zegt van ja, maar het netwerk is ook al een toelichting komen geven in de commissie cultuur. Wij hebben hier 7 suggesties gedaan van mensen waarvan we denken dat ze een nuttige inbreng kunnen doen en zonder de pretentie te hebben dat die lijst limitatief is, een nuttige inbreng kunnen doen rond dit dossier. Ik denk dat er gerust complementariteit mogelijk is. Dat is een argument dat mij echt niet overtuigt. Ik ben blij met de nuance en de openheid die meneer De Bruin aan de dag gelegd heeft. Alleen meneer De Bruin, als het gaat over vertrouwen en autonomie, dan denk ik dat we daar met z'n allen dat streven delen. Ik denk dat we allemaal voor slagkrachtige gemeenten zijn. Ik denk dat we allemaal het subsidiariteitsprincipe onderschrijven. Alleen is dat niet of-of. Ik denk dat wij op hetzelfde niveau rechten van burgers schrijven. Daarom dat wij voor directe toekenning van rechten zijn. Daarom dat wij mechanismen zoals een maximumfactuur
in medische zorg, maar evengoed in niet-medische zorg, wensen te installeren. Dat gaat over rechten die mensen hebben, omdat ze aan een aantal criteria voldoen, ongeacht de gemeente waarin dat ze wonen. En dat, dat maakt dat dat op een gelijk niveau staat, minstens met autonomie en subsidiariteit. En die vraag wordt des te meer op scherp gesteld, omdat door een aantal beslissingen van deze regering de druk op steden en gemeenten financieel alsmaar toeneemt. En dus worden die lokale bestuurders voor een aantal bijna onmenselijke keuzes geplaatst. Om te kiezen tussen de ene nood die niet kan ontkend worden en de andere nood die zo mogelijk nog precairder is. En in die zin, mevrouw de minister, is het een nuttige vaststelling. Ik stel u de vraag naar, zijn die middelen nu bevroren? U hebt dat eigenlijk bevestigd. Maar dat betekent ook dat ze in de toekomst, als dat niet gecorrigeerd wordt, ook zullen verwateren. Want het gemeentefonds zal groeien en deze middelen zullen dus blijkbaar nominatief bevroren worden. Ik heb in uw repliek, mevrouw de minister, geen antwoord gekregen, behalve dan de brief met de aanbeveling. De persoonlijke appreciatie, denk ik, was uw terminologie. Maar ik heb geen antwoord gekregen over de vraag naar kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, die niet alleen wij, maar ook mevrouw Fransen in deze gesteld heeft. Als dat zo is, want mevrouw Fransen had daar blijkbaar nogal vertrouwen in, waar vinden we dat dan? Ik heb dat vooralsnog niet gevonden. En twee, hebben we dan ook ab initio een definitie van kinderarmoede en kinderarmoedebeleid. Want, sta mij toe, vandaag is er een systeem waarbij men kan inschrijven, is er een beoordeling door een administratie. In de toekomst zal dat op het gemeentelijke niveau gebeuren. Maar je kan veronderstellen dat bijvoorbeeld een gemeente vandaag een derde betalersysteem lopen heeft met de lijn. Gericht naar jongeren en kinderen. Die derde betalersystemen worden als gevolg van het beleid van deze regering duurder. Stel dat een gemeente of stad beslist om te zeggen, we houden dat aan. En we gaan dat financieren met de middelen die uit het kinderarmoedefonds overkomen. Is dat dan voor u een gedegen aanpak van kinderarmoede? Als een stad of een gemeente vandaag in de problemen komt omdat mevrouw Krevens bespaart op de werkingsmiddelen in schoolsport en men biedt generiek alsnog schoolsport aan, al dan niet duurder, is dat dan een gereden invulling van de middelen kinderarmoede volgens u? Hoe gaat u die monitoring, hoe gaat u dat in de toekomst gaan doen? En dan tenslotte met betrekking tot de armoedetoets, ik denk dat daar mevrouw de minister echt wel een aantal rode lijnen gepasseerd zijn. En omdat ik weet dat u af en toe met verslagen van deze en andere commissies in plenaire zwaait, omdat u dat goed opzoekt, zou ik willen suggereren dat de secretaris bij deze nu tussen haakjes en cursief cynisch in het verslag zet. Schaf die armoedetoets af. Want als u die armoedetoets, ja, dat is mijn cynische suggestie, hè, schaf die af. Want als u die armoedetoets hier niet toepast, dan vraag ik mij af, waar gaat u hem wel nog toepassen dat hij relevant is? Als het gaat over het geheel van besparingsmaatregelen, dan zegt u, maar over de begroting moet dat niet. Wat trouwens niet klopt, hè, want het gaat over de individuele begrotingsartikelen. En in deze zegt u, maar we moeten dat niet doen, want het is geen besparing. Allee, u verengt het veld van die armoedetoets dusdanig dat er amper nog een zakdoek van overblijft en die zakdoek zal dus echt wel niet relevant zijn. Echt, mevrouw de minister, dit is het cynisme voorbij. Schaf het dan af, dan is het ook duidelijk voor iedereen en dan hoeven we u daar verder ook niet meer mee lastig te vallen. Het is dan ook duidelijk voor iedereen hoe ernstig dat men dit neemt. Ik heb het daar ongelooflijk moeilijk mee dat u het belangrijkste instrument dat u zelf heeft als coördinerend minister van armoedebestrijding op deze manier behandeld. Dank u wel, meneer Van Malder. Mevrouw Fransen.
Ja, misschien nog kort op een paar zaken die naar mij gericht waren. Ik herinner mij nog in 2004, toen het decreet lokaal sociaal beleid in Voege is gegaan. Ik was toen OCME-voorzitter van een kleine gemeente. We kregen ook heel wat uitdagingen op ons bord. We kregen daar ook geen extra middelen voor vanuit de toenmalige Vlaamse regering Paars-Groen. Maar wij hebben daar wel wat van gemaakt. En wij hebben een tal van hoorzittingen al achter de rug in de Senaat over die kinderarmoede. En daar wordt ook telkens... En collega Lieten is daar ook telkens aanwezig en zij weet het ook. De rol van de lokale besturen mogen daar niet in onderschat worden. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid te nemen in die kinderarmoede. En als ik bijvoorbeeld kijk, en ik zal het voorbeeld van Ronse geven, mevrouw Van den Brand, die hebben sinds kort hun huis van het kind opgestart. Dat is een meerderheid CD&V, kartel Groen, N-VA. Dat loopt daar zeer goed. Dat is een taalgrensgemeente, maar heel wat uitdagingen, hè, die voor heel wat kosten ook staan, maar die kiezen bewust, resoluut, om daar een huis van een kind inderdaad te volle te laten groeien en bloeien op een zeer goede en constructieve manier, in samenspraak met het middenveld enzovoort. Er zijn heel wat uitdagingen. We moeten dat mee bewaken vanuit de Vlaamse overheid. Dus het is hier geen carte blanche. Ik denk dat we daar echt moeten monitoren. Echt waar, mevrouw de minister. We moeten kijken om inderdaad bij die uitrol van de huizen van het kind, bij het decreet lokaal sociaal beleid, om te zien hoe we daar nog meer hefbomen, nog meer de vinger aan de pols kunnen houden, dat daar voldoende aandacht wordt besteed. Maar nogmaals, ik denk als de lokale mandatarissen ons hier zouden horen soms, die zijn ook in staat om keuzes te maken, die zijn ook in staat om de keuze voor een sociaal beleid te maken. Dus ik denk, laat ons daar vooral de Vlaamse overheid en de lokale besturen ook de handen in elkaar slaan en op die manier verder gaan. Dank u wel, collega's. Dan bij deze stel ik voor dat we het verslag van deze bespreking overmaken aan de commissie Binnenland, zodat zij kunnen kennis nemen van de verschillende standpunten die er vandaag zijn geuit over het Vlaams decreet met betrekking tot het gemeentefonds. Meneer Van Malderen. Sorry, voorzitter. Ik wil juist afronden. Ik heb geen probleem met uw voorstel. Maar ik moet wel vaststellen dat mevrouw Fransen tot twee maal toe zeer urgent gevraagd heeft naar monitoring. Ik denk dat dat een vraag is die ook vanuit ons gesteld is. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord rond ontvangen. Het laatste was het echt moeten. Hè. Dus ik vind dat niet. Dus ik zou graag hebben dat mevrouw Fransen een antwoord krijgt op haar vraag. Wij dan ook meteen. Ik denk dat we dit debat hebben afgerond. Uw opmerking is goed genoteerd en zal met de aanhalingstekens en zonder aanhalingstekens worden overgemaakt aan de commissie Binnenland. Collega's, ik stel voor dat we overgaan tot het vierde en het voorlaatste punt op de agenda van deze zitting. Dat is het voorstel van decreet van mevrouw Hostekind, meneer Van den Broeke en mevrouw Moerenhout houden het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. De verslaggever is mevrouw Van Volsen. Het voorstel van decreet werd reeds toegelicht op 28 mei 2015. Vandaag hebben we de bespreking en de stemming van het voorstel van decreet op agenda staan. Wie vraagt het woord bij de algemene bespreking daarvan? Meneer Engelbos. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil wel kort een aantal dingen zeggen over dat voorstel van de huurindexering, hoewel dat er in het verleden al heel wat over gezegd geweest is. We hebben dit debat hier in de commissies al gevoerd, in de plenaire, zelfs op federaal niveau is dat debat gevoerd en in de pers. Dus ik denk dat de standpunten van alle partijen ondertussen wel stilaan duidelijk zijn. Nu, als ik het voorstel lees, dan ben ik eigenlijk vrij positief. Ik kan zeer positief tegen de indieners zeggen dat hun voorstel eigenlijk zonder voorwerp is. Want degenen waar zij naar verwijzen, die moeten beschermd worden en waar we van alles moeten voor doen, die zijn vrijgesteld van de indexsprong. Men vergeet altijd te vertellen dat de federale regering hier maatregelen heeft genomen die de laagste inkomens en de laagste uitkeringen waar jullie het over hebben, die hier getroffen worden door de huurindexsprong, dat die vrijgesteld zijn. Dus het klopt niet dat we dit vandaag moeten doen. Ik kan ook nog verder gaan over bredere thema's van de huurindexsprong, maar dat is al allemaal aan bod gekomen. Men gaat de huurmarkt zodanig verstoren dat dit een omgekeerd effect gaat hebben. Ik kan dat blijven herhalen. De verhuurders gaan proactief hun huurprijzen gaan omhoog doen, waardoor
de huurders nog zwaarder getroffen zullen zijn. Dus als ik dan het voorstel lees bij artikel 4, dan moet ik vaststellen dat jullie zelfs veel verder gaan dan jullie voorstel om de huurindex aan te passen, te blokkeren. Jullie zetten de volledige huurwetgeving op de helling. Jullie stellen voor om de duurtijd van huurcontracten allemaal op te schorten en de opzegtermijnen allemaal te bevriezen tot het einde van die huurindex. Als jullie een glazen bol hebben wanneer dat dan zal zijn, dan weet ik dat graag. Maar u zet heel de huurmarkt in onzekerheid van wanneer kan een contract aflopen en wanneer niet. Nu, ik moet u zeggen, een huurcontract van korte termijn, laat me daarbij beginnen, van maximum 3 jaar, dat wordt afgesloten tussen een verhuurder en een huurder om wel bepaalde redenen. Het kan zijn van, ik heb studerende kinderen en ik weet dat die volgend jaar hun studies gedaan zijn en dan wil ik die in ons appartement zetten. Of ik ga op reis voor 2 jaar en ik wil mijn woning verhuren. Allee, kunnen honderden redenen bedenken waarom men een huurcontract van korte termijn afsluit tussen huurder en verhuurder. Geldt trouwens ook omgekeerd. Hè. Ik ben aan het bouwen en ik ga nu huren voor 2 jaar en ik ga dan gaan wonen in de woning die ik gebouwd heb. Dus als u daar gaat aan morrelen en gaat zeggen van kijk, die korte termijn contracten, die verlengen wij. Hoe lang? Dat weten we niet, want we weten niet wanneer dat de indexsprong 2% zal bedraagd hebben. Dan raakt u wel aan de essentie van de huurwetgeving. En dat gaat trouwens veel verder dan het voorstel van de huurindexering. Contracten van 9 jaar kunnen vandaag niet opgezegd worden door verhuurders. U stelt dat een verhuurder vandaag, en u zegt zelfs dat het risico is van jullie voorstel, dat een verhuurder vandaag de huurovereenkomst zou opzeggen en een nieuwe huurovereenkomst zou afsluiten aan een hoger bedrag. U bewijst hierdoor de stelling die we hebben en de ongerustheid die we hebben dat dit symbooldossier een negatieve invloed zal hebben op de huurmarkt en de huurprijs zal doen stijgen. U bewijst wat wij zeggen. U zegt, wij zijn ongerust dat de huurprijzen gaan stijgen en dat ze de contracten gaan afsluiten. Nu, ik moet u zeggen, als eigenaar, u kan een 9-jarig huurcontract niet zomaar opzeggen. U kan het enkel als u daar zelf wenst te gaan wonen, of om de 3 jaar, ik word misschien een beetje te veel detail, als u grote verbouwingswerken wil uitvoeren in die woning, of zonder motief, maar dan moet je een enorme schadevergoeding betalen aan de huurder, die veel verder zal reiken dan dat bedrag van de huurindexsprong. Dus ik zou toch willen waarschuwen met het voorstel wat jullie hier doen, niet alleen qua huurindex, waarin jullie bewijzen wat wij zeggen dat het een invloed gaat hebben op de huurmarkt, maar ook nog eens dat u eigenlijk alle afspraken die 2 contracterende partijen met elkaar gemaakt hebben, zeggen van wij gaan nu als overheid daarin tussenkomen en alles wat jullie hebben afgesproken van huurovereenkomst, korte termijn, lange termijn, wat jullie specifieke situatie is, trekken wij ons niet aan. Het wordt sowieso verlengd tot aan het einde van de huurindex. Dus ik zou willen besluiten dat het enige wat de partijen die de huurindex van goedkeuren voor verantwoordelijk zullen zijn, is dat er een onmiddellijke prijsstijging gaat zijn van de huurwoningen die vandaag te huur staan. En van de woningen die vandaag verhuurd zijn, is het uitstel van executie. Dan gaat men dus een schok krijgen van de huurprijzen zodra dat de huurcontracten zijn afgelopen omwille van ja, het einde van de huurovereenkomst of opzicht, voor de nieuwe huurders dan. Nu stel ik mij dan de vraag hoe dat jullie in godsnaam die abrupte stijging op het einde van de indexsprong gaan counteren. Want dat komt toch wel heel hard aan op het einde van de rit, denk ik, waardoor die symbooldiscussie hier toch wel zeer zuur zal opbreken en een omgekeerd effect hebben van wat jullie denken te moeten bedoelen. Dank u wel, meneer Engelbos. Mevrouw Partika. Ja, dank u wel, voorzitter. CD&V heeft daar in het verleden steeds een heel duidelijk standpunt over gehad en we hebben daar nog altijd een duidelijk standpunt over. De discussie is voor ons altijd gevoerd in een bredere debat rond rechtvaardige belastingen. Het uitgangspunt was de index voor de lonen betekent een inlevering van werknemers van 2%. Een inlevering op inkomsten uit huur is een vergelijkbare maatregel om een rechtvaardigheid van die belastingen na te streven. Dus ook sinds de jaren 80 of hebben we het debat al gehad. Dat is al eigenlijk decennia lang een beetje het geval. Er is een consensus over dat die beide inkomens op een gelijke manier moeten bijdragen aan besparingen. Nu, ondertussen is er een uitspraak geweest van de Raad van State, rond Pasen was dat ergens, waar het heel duidelijk is dat het een gedeelde bevoegdheid is. Vanuit de bril inkomensbeleid is de federale overheid bevoegd. Vanuit de bril
huurprijzen, woonbeleid en ook indexering is de Vlaamse overheid bevoegd. Er zijn dus verschillende scenario's mogelijk. Ik ben gelukkig of helaas geen jurist en ik denk ook niet dat we die discussie hier nu moeten voeren. Ik denk de Waalse overheid heeft aangekondigd dat ze voor een indexpunt zou gaan. De Brusselse overheid heeft aangekondigd dat ze eerst aan de federale overheid de kans wou geven om die indexpunt al dan niet door te voeren. En dan, als de federale overheid het niet zou doen, het alsnog zelf te overwegen. Dus ik vind, ons standpunt is heel duidelijk dat die indexsprong evengoed federaal op tafel blijft of kan liggen om daar verder meegenomen te worden in de algemene discussie over rechtvaardige belastingen en al dan niet belasting van vastgoed. Voilà, ik denk dus dat wij het principe indexsprong hebben wij steeds verdedigd en dat zullen wij ook blijven doen, maar voor ons kan dat evengoed op een federaal niveau en lijkt me het standpunt van de Brusselse regering in die zin niet slecht. Laat ons daar. Het is uiteindelijk een politieke beslissing. Op welk niveau wordt de beslissing al dan niet genomen? Dus ik denk dat we daar niet op vooruit moeten lopen door dat hier nu in een Vlaams decreet te gieten, waar ik me overigens aansluit bij collega Engelbos, dat de manier waarop het precies gebeurt, dat technisch denk ik ook nog verder zou moeten bekeken worden. Maar voor ons is dat nu op dit moment niet nodig, omdat we de discussie verder willen voeren. Dank u wel, mevrouw Partika. Mevrouw Van Volsen. Ik dacht even dat ik me verwarde. Hallo. Ja, het is een symbooldossier. Het is inderdaad in de plenaire reeds meermaals aan bod gekomen. Het gaat misschien over de ideologische discussie. Als de lonen niet stijgen, waarom mogen de huren dan niet stijgen? Maar ik denk dat wanneer je een maatregel neemt, dat je die moet verstandig nemen. En het is zo dat vandaag op de beurs soms 10% opbrengst is in 3 maanden tijd. En dat je vandaag met een huurhuis, als je geluk hebt, geen kosten hebt en een goede huurder, maximum 2-3% rendement hebt. Dus ik denk, als we zo'n zwakke markt hebben en er zo weinig dynamiek is en we hebben 130.000 of 40.000 mensen die vandaag recht hebben op een sociale woning en die eigenlijk door de private verhuurder wordt opgevangen, die eigenlijk investeert in een eigendom, die wordt verhuurd aan relatief lage prijzen, want dat wordt eigenlijk ook bewezen door de studies van de OESO. Die wordt verhuurd aan lage prijzen aan 2-3%. Dan denk ik dat de private verhuurder hier eigenlijk een overheidstaak op zich neemt, omdat de overheid een beleid voert die eigenlijk toegespitst is op de levenslange contracten in het verleden, waarvan wij hopen dat deze weldra worden opgesteld naar tijdelijke, zodat er meer rollement is in het sociaal patrimonium en de sociale woningen dienen voor de mensen die ze echt nodig hebben. We zijn ook voorstander van huurpremies voor mensen die dat echt nodig hebben. Wij vinden dat je voor iedereen in dezelfde omstandigheden moet kunnen doen en niet een beleid moet voeren voor iemand die op een bepaald ogenblik in die omstandigheden zich bevindt. Daarom denken wij en zijn eigenlijk van overtuigd dat het indexeren van de huurprijzen ertoe zal leiden dat er nog meer verhuurders van de private markt zullen verdwijnen en dat dat eigenlijk niet in het belang is van de huurder. Zeker wanneer je dan bijvoorbeeld een bepaalde tijd niet indexeert en bij het afspreken van een nieuwe overeenkomst dan toch eigenlijk een grotere prijsverhoging zal hebben. In alle cijfers dat we hebben gezien, zien we dat woningen ongeveer €500, €600 per maand belopen. Als je dat internationaal vergelijkt, dan zie je dat onze private huurmarkt eigenlijk huurprijzen kent die veel lager zijn dan in omringende landen. Dus ik denk dat hier symbooldiscussies worden gevoerd en wij met Open VLD doen daar niet aan mee. Wij zouden veel liever het debat anders voeren en een debat voeren hoe dat we eigenlijk die private huurmarkt kunnen versterken.
We willen er ook op wijzen dat inderdaad op federaal vlak voor de zwaksten die indexering van die inkomens er wel is. Dus het is niet dat wij asociaal zijn, maar we willen ook niet de private verhuurder die 130.000 mensen te werk stelt, huisvest aan een huur die eigenlijk geplafonneerd is door de inkomens, om die nu nog eens te viseren. Wij zien ze als een partner. Dank u wel. Collega's, zijn daar nog tussenkomsten over? Mevrouw Hostekind, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou er inderdaad graag op reageren. Misschien om nog even de focus te leggen bij waar het eigenlijk over gaat. Waar gaat het eigenlijk over, dit voorstel van decreet? Het gaat over het feit dat we vandaag vaststellen en dat we uit tal van onderzoeken gezien dat heel veel huurders vandaag moeite hebben om een huur te betalen. We weten dat meer dan de helft van de huurders meer dan 1/3 van zijn inkomen spendeert aan huur. We weten dat meer dan 1/3 van de huurders niet meer genoeg overhoudt om een menswaardig leven te leiden nadat hij zijn huur heeft betaald. We weten dat vorig jaar meer dan 15.000 gezinnen met uithuiszetting zijn bedreigd omwille van het feit dat ze niet in staat waren om die huur op tafel te leggen. We weten dus, meneer de voorzitter, dat er wel een ernstig probleem is op die huurmarkt. We weten bovendien dat door alle besparingen die er de laatste tijd zijn geweest, waar de facturen steeds terug naar dezelfde groep zijn geduwd, bovenop het feit dat voor wat betreft lonen en uitkeringen er een indexsprong is beslist op federaal niveau, dat eigenlijk altijd maar meer die kleine beetjes diezelfde huurders meer en meer de dieperik in duwt, meer en meer ervoor zorgt dat die mensen niet in staat zijn om die huur te betalen. Dat is trouwens niet iets wat wij alleen hebben gezegd. Ook CD&V heeft dat door het hele traject eigenlijk al altijd hetzelfde gezegd. Die indexsprong op de huren, dat is noodzakelijk, dat is ook altijd, en ik citeer mevrouw Partika, dat is eigenlijk gewoon een kwestie van rechtvaardigheid. Hè. Dus, mevrouw Partika verwijst terecht in de jaren 80, is op dezelfde manier dat gebeurt als er een indexsprong is op lonen en uitkeringen, ja, dan moet dat ook komen op huurprijzen. Dat betekent, dat is eigenlijk alleen maar een kwestie van rechtvaardigheid. Je kan mensen niet twee keer, dezelfde mensen, niet twee keer het slachtoffer maken. Ik denk dus, want mevrouw Van Volstam, ja, u zegt het is een symbooldossier. Het is altijd vreemd natuurlijk als het gaat over mensen met de laagste inkomens dat altijd symbooldossiers zijn. Ik denk voor iemand die moeite heeft om op het einde van de maand die huur te betalen, dit veel verder gaat dan een symbool. U zal maar tegen deze mensen, ik vind het eigenlijk ook wel bijzonder grof, dat we tegen deze mensen gaan zeggen, sorry, we hebben al fors in uw portemonnee gezeten, we gaan ook nog eens ervoor zorgen dat uw huurprijs gaat stijgen, maar we vinden dat eigenlijk maar een symbooldossier. Als dat uw mening is, mevrouw Van Volstam, dan noteer ik dat graag. Maar ik vind dat het toch wel veel verder gaat. Mevrouw Partika, u zegt ja, de mening van CD&V is in deze zeer duidelijk. Wel, ik vind dat eigenlijk niet duidelijk, want ik begrijp het eigenlijk niet meer goed, mevrouw Partika. Ik heb vanmorgen in meer dan één krant uw forse uithaal gezien naar minister Homans, waar u zegt, het wordt tijd dat Homans het eens waar maakt, de speeltijd is voorbij. En u geeft af op heel veel, heel terecht, uw kritiek is zeer terecht uiteraard, maar u haalt tal van punten aan. Maar wat zegt u ook in datzelfde artikel, zei u daar verkeerd geciteerd wordt, mevrouw Partika, maar dan moet u dat even rechtzetten. Ik hoor u daarin zeggen, ja, voor ons CD&V is die huurindexsprong, dat is helemaal niet van tafel. Nee, minister Peters die heeft daar eigenlijk zelf voor zijn beurt gesproken, die heeft daar een beetje solo slim gespeeld, want hij had helemaal geen steun binnen de partij om te zeggen dat dat eigenlijk zou worden meegenomen in een tax-shift. Vandaag hoor ik u nu zeggen, het standpunt van CD&V is zeer duidelijk. Nee, het is niet duidelijk. U heeft gezegd, net zoals wij dat zeiden, het is een kwestie van rechtvaardigheid. Als je de lonen niet indexeert, dat je dan ook de huurprijzen niet gaat indexeren. Een tijd geleden heeft Chris Peters is daarop teruggekomen, heeft gezegd we gaan dat allemaal meenemen in de tax-shift. En vandaag zegt u in de krant, mevrouw Partika, die Peters die weet eigenlijk niet waar hij over spreekt. Die spreekt in elk geval niet met de steun van de partij. Hij heeft daar solo slim gespeeld. Nee, voor het CD&V is het duidelijk. Die huurindexsprong die moet er komen. Dus mevrouw Partika, ik heb het al eerder gezegd, ik ben zeer hoopvol. Het ligt de huurindexsprong
sprong ligt vandaag op tafel. Ik ben dus zeer hoopvol dat u dit zult ondersteunen, dat u een duidelijk signaal zult geven, ook naar die private huurmarkt, ook naar die huurders, naar die jonge starters, naar mensen met een laag inkomen, dat u het menens is met die private huurmarkt. Ik dacht dat ook CD&V, net zoals wij dat zijn, degenen zijn die ook er zijn voor mensen die met een bescheidener inkomen moeten rondkomen, voor mensen die zich op die private huurmarkt met moeite weten te handhaven, voor jonge starters, voor wie de facturen keer op keer weer duurder worden, dat ook u de bezorgdheid daarvoor deelt, dacht ik, mevrouw Partika. Dus ik ben in elk geval zeer hoopvol dat u dit voorstel van decreet, dat toch een duidelijk signaal is, dat duidelijk die huurprijzen ook betaalbaar wil gaan houden. En dat is niet alleen een kwestie om die huurder te steunen, want we weten allemaal, als die huurder zijn huur niet kan betalen, dat ook de verhuurder daar de dupe van wordt. Een huurder die op het einde van de maand niet genoeg overhoudt, die zorgt dat de inkomenszekerheid van die verhuurder ook in het gedrang komt. Die zorgt ervoor dat de verhuurder op den duur genoodzaakt wordt om die mensen te gaan uitzetten, die huurder te gaan uitzetten. En dat zorgt, en dat weten we allemaal, voor heel wat overbodige rompslomp, voor heel wat overbodige kosten, om nog maar te zwijgen van de menselijke drama's die zo'n uithuiszetting met zich meebrengt. Ik zou er dus willen voor pleiten, als we inderdaad dat evenwicht op de huurmarkt willen houden, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat huurders in staat blijven om de huur te betalen. Dat doen we niet alleen die huurder een plezier mee, maar dat doen we vooral ook die verhuurder een plezier mee. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Ik kan veel zeggen doordat ik me aansluit bij de vorige spreker, maar ik wil toch een paar dingen aan toevoegen. Mocht het, en ik wil misschien beginnen met mevrouw Anmoerenhout, heeft die decreet mee ingediend. Zij is om medische redenen afwezig, daarom dat ik even voor haar overneem. Dat ze zeker niet, dat ze niet meer achter dit voorstel zou staan. Om te beginnen, mocht dit een symbooldebat zijn, wat het niet is, maar mocht het een symbooldebat zijn, dan nog zou ik het een relevant debat vinden. Want dan gaat het erom dat je zegt dat het symbool van als we aan de inkomens van mensen zitten, dan gaan we ook hun uitgaven beperken. Dan gaat het om het idee dat je die principes doortrekt. Dus mocht het een symbooldebat zijn, dan zou ik een symbooldebat vinden die dit decreet nog steeds relevant maakt en waardevol maakt. Het is geen symbooldebat. En ik wil daar inderdaad een citaat voor boven halen dat niet van mij komt. Zeggen dat het over enkele centen gaat, dat het een symbooldiscussie is, heeft geen enkele zin. Op dit moment, nu de inflatie laag is, is het misschien belangrijk, maar niet zegt dat het zo zal blijven. Bovendien is het al decennia zo dat inkomens uit huur worden gelijkgeschakeld met inkomens uit de loon op verschillende vlakken. De terugkoppeling aan de gezondheidsindex is een principe van rechtvaardigheid. Er moet een gelijke behandeling van beide inkomsten zijn. Dat is dus geen quote van Groen of van een linkse oppositielid. Dat is een quote van mevrouw Partika hier 3 maanden geleden in de plenaire zitting. Ik denk dat die quote heel terecht is en dat dat getuigt van haar intelligentie op dat dossier. Ik hoor hier ook zeggen van ja, het standpunt van CD&V is duidelijk. Er is al gezegd voor de voorspreker, het is mij niet zo duidelijk. Het is mij ook niet zo duidelijk. En dat is het voordeel van een stemming. Als je over iets stemt, dan wordt het zeer duidelijk. Dan moeten alle parlementsleden een stem uitroepen. Dus zodat zullen we weten wat u van het principe vindt van de indexering van de huurprijzen. Want mocht u principieel akkoord zijn, maar technisch enkele vragen hebben, dan zou u amendementen indienen om het technisch te verbeteren. Mocht u juridische vragen hebben, dan zou u voorstellen, laat een keer juridisch checken. Daar staan we uiteraard allemaal voor open. Maar mocht u dit gewoon wegstemmen, dan zegt u dat u principieel niet akkoord bent met de filosofie van dit decreet en van die niet-indexering. En dan stemt CD&V dus in met het beleid om de huurprijzen wel te indexeren, terwijl de lonen niet geïndexeerd worden. Dus ik vind het een vrij duidelijk moment om te weten wat de verschillende standpunten van de partijen zijn. Nog even op het feit dat het geen symbool... Er wekt blijkbaar een beetje commotie op, die uitspraak. Ik dacht dat dat een evidentie was. Mocht het nog even over die symbooldiscussies. Hè. Het aantal mensen, want het gaat over euro's enzovoort. Het aantal mensen dat het einde van de maand wakker ligt met de vraag zullen rondkomen. Het aantal mensen die iedere euro telt, tot na de komma. En misschien dat we zelf niet goed genoeg beseffen wat het is, maar die mensen die moeten iedere cent omdraaien, iedere uitgave bedenken, is deze nodig, kan ik deze euro voor iets anders gebruiken, want ze hebben te weinig euro's om rond te komen. Dat gaat niet om een kleine groep mensen, dat gaat om 164.000 huishoudens. Dat is niet min.
En volgens berekening van het netwerk om armoede gaat het gemiddeld over 12 euro per maand. Misschien is voor commissieleden hier 12 euro per maand niet overkomelijk, maar voor heel veel gezinnen is 12 euro een wezenlijk bedrag. En het feit dat het een wezenlijk bedrag is, mag je absoluut niet onderschatten en absoluut niet wegsteken als een symbooldossier. En het zal wellicht nog, misschien nog meer worden, dat is wat we net niet weten, hoeveel gaat. Maar het gaat om het idee dat je die rechtvaardigheid hebt, dat je die koppeling tussen die twee indexeringen behoudt. Ik denk het hierbij gaan laten, omdat andere zaken die ik wou zeggen door de vorige spreker zijn aangeraakt. Prima. Collega's, u wil er nog eens tussenkomen? Mevrouw Partika. Ja, gewoon heel kort. Ik heb er al een begrip voor dat collega's een tussenkomst hadden voorbereid en dat die dan na mijn tussenkomst niet meer klopt. Want ik denk dat ik heel duidelijk gezegd heb wat het standpunt is van CD&V. Dus ik begrijp de moeilijkheid niet om dat te begrijpen. Hè. We stemmen hier niet over een filosofie, denk ik, mevrouw Van der Brand. We stemmen hier over een concreet voorstel van de Kreet. En we hebben heel duidelijk gezegd dat dat voor ons hier niet de juiste plaats en ook niet de juiste manier is om daar nu op deze manier over te beslissen. We hebben heel duidelijk gezegd, indexprong huur blijft voor ons belangrijk, maar kan voor ons evengoed op een federaal niveau. Dus laat ons afwachten wat daar verder de politieke evolutie en beslissing is. Mevrouw Holstekind. Mag ik daar gewoon heel kort nog op reageren? Ik leid daar eigenlijk gewoon uit af, mevrouw Partika, dat CD&V eigenlijk een standpunt heeft in het parlement en een standpunt in de krant. En dat die twee blijkbaar niet dezelfde zijn. Het is natuurlijk al te makkelijk, mevrouw Partika, om 's morgens in de krant scherp te gaan uithalen naar een lid van deze meerderheid, naar de minister van Wonen, om dan nadien in de commissie gewoon terug te krabbelen en te zeggen van nee, dat heb ik eigenlijk niet gezegd. Ik citeer letterlijk uw woorden, mevrouw Partika. Onder de titel Tijd dat Homans het waar maakt of de speeltijd is voorbij, zegt u zelf letterlijk, minister Peters had daar niet de steun van de CD&V. Wij blijven die huurindexsprong op tafel gooien. Wel, die huurindexsprong ligt hier op tafel. Waar wacht u op? Stem ze dan en zeg dan gewoon wat het standpunt van CD&V is. En ga verder dan woorden, mevrouw Partika, maar toon ook in uw daden dat het uw menens is. U hoeft op niks te wachten. Er ligt een voorstel van decreet. U hoeft gewoon straks uw hand op te steken en te zeggen ja, wij steunen dit. Als u dat niet doet, dan stel ik daar alleen bij vast dat uw woorden niet overeenstemmen met uw daden. Mevrouw Partika. Mevrouw Hossekind haalt twee dingen door elkaar, denk ik. Hè. De indexsprong huur, ik heb het al daarnet gezegd, ik heb het al een paar keer gezegd, is voor ons een discussie in kader van rechtvaardigheid, heeft, vind ik, op zich, gaat de huurproblemen of de betaalbaarheidsproblematiek, gaat het krappe aanbod op de huurmarkt niet verbeteren, gaat het aantal verhuurders niet stimuleren om woningen te verhuren. Dus u haalt echt wel twee dingen door elkaar. Die indexsprong huur is geen wonderoplossing waarmee alle problemen van de baan zijn. Hè. Dus in die zin blijven er inderdaad uitdagingen die, waarin het regeerakkoord verschillende aanknopingspunten zijn om die aan te pakken en waar we inderdaad voor pleiten om die versneld aan te nemen. Mevrouw Van den Brand. Ik ben nog steeds niet overtuigd. Ik begrijp nog steeds niet waar u naartoe wilt. De vraag die vandaag voorligt is eenvoudig. Bent u voor of tegen de indexsprong voor de huurprijzen? Bent u voor, dan kan u dit decreet goedkeuren, al dan niet met een aantal technische amendementen die u dan nodig acht. Bent u tegen, dan stemt u tegen dit decreet. Ik vind dat een heldere vraag die u voorligt. Als u zegt van we willen dat federaal regelen, want dat kan federaal, er is een heel debat, hè. Is die bevoegdheid nu federaal of Vlaams of gewestelijk? Daarom ook dat we hier in dat decreet een heel passage opgenomen waarom het gewestelijk kan. Dus u kan nu doen wat u wilt doen, dan begrijp ik niet waarom u het niet zou doen. Mevrouw Partika. Ja, ik kan het nog eens opnieuw zeggen. Hè. Het is, we stemmen hier niet over. Hè. Zijn we voor of tegen een principe? We stemmen hier over een concreet voorstel van de Kreet. En wij zeggen, dat ligt voor ons nog altijd op de federale tafel in het kader van de hele discussie rond rechtvaardige belastingen. Dus ja, het heeft geen zin om hier en nu op deze manier, trouwens meneer Engelbos heeft ook aangehaald, er zijn ook nog verschillende technische dingen die daar niet in kloppen, maar zelfs los daarvan is dit hier en nu niet de moment en de plaats om een voorstel van de Kreet over indexsprong goed te keuren. Het principe van de indexsprong blijven wij steunen en ligt voor ons, wat ons betreft, op de federale tafel.
Ik begrijp het echt niet en ik betreur dat echt ten zeerste, want ik vind dat ook jammer. Ik vind u een sympathieke madame verder, maar wat u nu doet, dat is toch de hypocrisie ten top. 'S Morgens in de krant zeggen van voor ons die hindeksprong, dat is voor ons belangrijk. We willen dat voor de huurder. Wij vinden dat dat evenwicht daar moet zijn op de huurmarkt. En Peter die had niet de steun van zijn partij. En 2 uur erachter ligt die huurhindeksprong op de tafel. En het gaat echt alleen over bent u daarvoor of bent u daartegen. Dus ik stel daarbij gewoon vast. Als het gaat om in de krant te zeggen, ja, wij zijn daarvoor. Dat u dat gewoon doet voor de krant. Dat is allemaal een beetje show dat u dan geeft, hè, mevrouw Partij. Maar op het moment dat er echt boter bij de vis moet komen, dat u een daad kan stellen waarmee u toont als partij dat het uw menis is, dat u dan terugkrabbelt en eigenlijk, want u zegt ik ben zeer duidelijk, u bent niet duidelijk. Eigenlijk bent u gewoon nu al een kwartier rond de pot aan het draaien. Maar het is eigenlijk heel duidelijk, CD&V is tegen de huurindexsprong. Het is bij deze genoteerd en al de rest is bla bla bla. Het gaat erom wat u vandaag hier in daden gaat doen en ik stel vast dat u dit niet steunt. Mevrouw Partika, als u het woord vraagt, dan krijgt u ook het woord van mij. Dus, Oké, collega's. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot de stemming. Of tot de artikelsgewijze bespreking en stemming, moet ik zeggen. Is er iemand die... Nee, mevrouw Hostekind, u stelt voor dat wij een algemene stemming houden, neem ik aan. Nee, zeer goed. Dan gaan wij over tot de stemming. En dat is zeer eenvoudig. Wie stemt er voor dit voorliggend voorstel van decreet? Wie stemt er tegen? Mevrouw Talema. Oké, dat is goed, maar ik zeg uw hand niet. Oké, prima. Dus onthoudingen geen. Dan is dit voorstel van decreet niet aangenomen. Dan gaan we over naar het vijfde en laatste agendapunt. Dat is het verzoekschrift voor afschaffing van de leegstand- en krotbelasting dat wij hebben binnengekregen. We ontvingen een verzoekschrift van de heer... Excuseer, meneer De Bruin, was ik weer te snel? Ik ben wel verbaasd, maar ik zou bijzonder graag voor hij wegloopt collega Hendricks voorstellen als verslaggever. Zeer goed, meneer Hendricks, u bent vanaf nu geketend aan uw stoel. Het Vlaams parlement ontving een verzoekschrift van de heer Paul de Roek voor het afschaffen van de leegstands- en krotbelasting. Het verzoekschrift werd aan de commissieleden voorgelegd per e-mail op 3 juni 2015. Daarbij werden de 3 behandelingswijzen opgesomd waartussen de commissie volgens het reglement van het Vlaams parlement kan kiezen, conform artikel 101 vierde punt. Stel voor dat onze commissie het verzoekschrift ten gronde behandelt, conform datzelfde artikel punt A. Op verzoek van de commissiesecretaris formuleerde minister Homans reeds een voorstel van standpunt dat als basis kan dienen voor de commissiebespreking en eventueel als bijlage in het commissieverslag kan worden opgenomen. Dit standpunt werd aan de commissieleden overgezonden op 9 juni en op de commissiepagina geplaatst. Voor we de bespreking starten, moet de eerste verslaggever worden aangeduid en dat is bij deze dus meneer Hendricks. Sluit de commissie zich aan bij het standpunt van de minister of wenst iemand het woord hierover te nemen? Dat noemen ze een silent majority. Dus de commissie sluit zich aan bij het standpunt van de minister. Het verslag met het standpunt van de commissie zal aan de plenaire vergadering worden voorgelegd. Collega's, met dat laatste punt besluiten we de publieke werkzaamheden van deze commissiezitting. En we hebben nog een korte regeling van de werkzaamheden voorzien.